blijf je gezond. Daarom ondersteunen wij basketbalcommunities in de buurt, waar jongeren van elkaar leren en hun talenten ontwikkelen. Zorg en zekerheid. De zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt. Wij zijn Zorg en Zekerheid. Al bijna 200 jaar zijn wij de regionale zorgverzekeraar. En doordat we jouw buurt zo goed kennen, krijgen we meer voor jou gedaan. Zoals succesvolle wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Of meer bewegingsvrijheid en sneller weer op de been via een app waarmee je werkt aan je herstel. En het zorgprogramma Orthopedie, waarin huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten uit jouw buurt samenwerken voor betere zorg. Ook maken we met ziekenhuizen in jouw regio afspraken, zodat er ruimte is voor innovatie. Want wij zijn Zorg en Zekerheid, de zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt. Topbasketbal in Leiden wordt mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid, Palmeiering Metalen, Autoleaseteam, Buizenpers, Hart voor de Zaak, Nieuw Story, Peak Sport, Sport City en Supersound Leiden.
dames en heren. Welkom in onze immer overweldigende 5 mei hal en alles valt hier naar beneden. Zoals gezegd, een hartelijk welkom en zoals wij altijd doen, op de eerste plaats een hartelijk welkom aan onze gasten uit Limburg. Welkom! En ook onze speciale gasten van Zorg en Zekerheid, die zijn welkom. Dura Vermeer en MBO Rijnland, laat je horen! Vanavond voor de B-Next, Zorg en Zekerheid Leiden tegen Hubo Limburg United. Dus laat mij maar rap het team van onze gasten aan u voorstellen. Op nummer 3, Miles Keel. Op nummer 6, Jarne Le Suisse. Nummer 8, Anthony Lambeau. Nummer 9, Jonas de Lalieu. Nummer 10, Toon Sijsens. Nummer 11, Leander de Droog. Nummer 12, Yannick Dammen. Nummer 13, Yannick Desiron. Nummer 14, Maxime de Zeeuw. Nummer 15, Clifford Hammonds, de captain. Nummer 16, Wout Leemans. En nummer 20, Alexander Stijn. En de coach van dit geweldige gezelschap is Raymond Westfalen, terzijde gestaan door Niels Marnegrave. Dames, een hartelijk applaus voor Hubo Limburg United. Van Zorg en Zekerheid Leiden. Op nummer 0, David Collins. En bewust sla ik er eentje over. Gek, hè? Nummer 3, Dion Hammond. Op nummer 4, Nezar Kanbier. En nummer 5, de captain. Marijn Ververs. Nummer 9, Stan van den Elzen. En nummer 10 is gelukkig weer bij ons, Roeland Schaftenaar. Fijn dat je er bent, Roeland. Nummer 11, Duco Bos. Nummer 13, wie anders dan Luc van Bree. En nummer 17, Lucas Kruithof. Nummer 21, Erika Svenskus. Nummer 42, Tommy Rutherford. En de coach is zoals te zeggen gebruikelijk, Doug Spradley, terzijde gestaan door Jan Stalman en Martin Houwaard. Maar ik ben er even vergeten. Nee, ik ben er niet even vergeten. De fans kozen als speler van de maand een guard die zijn ploeg op sleeptouw kan nemen als dat nodig is. Zoals in de bekerfinale tegen Landstede Hammers, waarin hij met scherp schoot. Met 19 punten stond hij aan de basis van een belangrijke overwinning die de eerste prijs van dit seizoen opleverde. Dames en heren, een daverend applaus voor de speler van de maand februari en maart, Maarten Bouwknecht!
En dan rest mij alleen nog maar om u een hele fijne basketbalavond toe te wensen. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. 5 mei al, 8 uur, tijd om te basketballen. Zorg en Zekerheid Leiden neemt het op tegen Hubo Limburg United. De uitwedstrijd met 70-73 gewonnen. Het was een close game en de verwachting is dat dat vandaag ook wel weer zo zal zijn. Er staat nog wel wat meer op het spel. Heroes Den Bosch verloor gisteren van Filou Oostende en dat betekent dat... Leiden bij winst over Den Bosch heen kan gaan en dan de eerste plaats van de Nederlandse ploegen in gaat nemen. Kan ook zijn als Leiden verliest dat en Donar wint van Spirou Basket. Dat er 3 ploegen morgen gelijk staan. Er gaan al wat draden overheen. Gelijk staan op kop van de Nederlandse deel van de Elite Gold. Donar is om 19:30 al begonnen. En daar staat het nu 29-22 voor Donar. Zij spelen tegen Spirou Basket en dat... Persoonlijk vond ik dat de minst goede ploeg die we hier gezien hebben. En dan hebben ze ook nog de pech dat Nathan Kuta aan zijn enkel geblesseerd is. Die het dan niet mee zal spelen. De vraag is natuurlijk of die woensdag als Leiden daarheen moet naar Charleroi. Of die Kuta dan wel kan spelen. In ieder geval heeft Leiden wel het onderling resultaat tegen Donar. Leiden in de competitie 2 keer won. Dus dat betekent dat Donar 2 keer meer moet winnen dan Leiden. Om boven Leiden uit te komen. En Leiden heeft onderling resultaat tegen Den Bosch in het nadeel. 2 keer verloren. Maar met een overwinning vandaag kan Leiden dus gewoon een punt boven Den Bosch komen. En dat kan natuurlijk altijd van belang zijn voor de thuiswedstrijden in de play-offs. Er zijn nog wat wedstrijden in de Elite Silver. Basketbal Academie Limburg tegen Belfius Mons Haino. En Den Helder Sunnes tegen OKP Aalst. En vanmiddag heeft Apollo Amsterdam al verloren met een klein verschil. Ik moet het even precies goed zeggen natuurlijk, anders gaat iedereen zeggen radio's, daar snapt er niks van. Apollo speelde tegen Circus Brusselse Basket. En dat werd 75-86 voor de Belgische formatie. Wij gaan het voornamelijk hierop richten en wij nemen vooral ook de stand van Donar met u mee. En voor de rest gaan we gewoon ballen. De Belgische ploeg beginnen in ieder geval met Miles Keel. Jonas Delalieu, die de vorige wedstrijd tegen Leiden in de eerste helft 17 punten maakte. Hij eindigt op 20, dus werd de tweede helft wel goed verdedigd. Tom Seysens, Wout Leemans en Alexander Stein. Amerikaanse guard die in de vorige wedstrijd in de eerste helft 0 punten had. En hij is toch wel de topscorer van de ploeg en de tweede helft gooide hij er 14 in. Het is een beetje afwachten wie er nog meer gaan spelen bij... Bij de Belgische formatie, omdat we daar ook nog Yannick Dezeron hebben, Maxime de Zeeuw, Clifford Hemmens ook mee, jongens en Leander Droog, ook jongens die gewoon kunnen starten. En Leiden opent met een niet al te verrassende startende 5. David Collins, Dion Hemmens, Marijn Ververs, Luc van Bree en Thomas Ruddervoort. Scheidsrechter Sneaker Sweep, Vincent van Straten en Jasper Zijnstra. En we gaan ballen, het is game time! Guns N' Roses blert nog even door die zaal heen. Welcome to the jungle. Nou, dat kan het vandaag wel eens worden hier op het veld. Even lekker headbangen hier. Ik ga mijn haren alle kanten op. En we zijn los. Ruddervoort wint de sprongbal. En Ververs brengt de bal op. Wordt meteen door Stein op de huid gezeten. Balletje gaat naar Hammond. En die komt dicht bij de basket en de eerste score is voor Zorg en Zekerheid Leiden. Nou, kijken of Leiden Stein en Delalieu uit het spel weet te halen in de beginfase. Dat is wel erg belangrijk.
Sijsens naar de basket, de bal gaat mis. De bal gaat wel via een speler van Leiden uit. Dus out of bounds voor Hubo Limburg United. Ik ga ze toch de meeste tijd maar gewoon Limburg United noemen. De bal is in de corner. Stijn gaat naar de basket. Komt er niet uit. Sijsens dan voor drie. Werd hem ook niet. De bal verliest. Vals breekt voor Leiden. Hammond. 4 punten voor Hammond. 0 voor Limburg United. De bal gaat rond. Vrij weinig tijd op de shotklok. Oh, een domme fout van Marijn Ververs. Door nog even op het laatste moment in te stappen. Dat betekent 3 vrijworpen voor Stijn. Het was een heel merry schot en dan maak je er een fout op. Tot ongenoegen Martin Hoekstra van het publiek, die Falkol. Ververs even bij de scheidsrechter dat bespreken. Stijn op de lijn, wat ruimte voor de eerste punten van de mannen uit Hasselt. Belgisch Limburg. Ja, wij hebben Zuid-Limburg, Martin. België heeft de rest van Limburg, zullen we maar zeggen. Ja. Lekkere start hè, voor Hammond. 4 punten meteen al. Is goed. Ja, Stijn laat toch 1 vrijworpje liggen. Nou, 2 op 3 waren dat er. Hammond weer vrij. Oh, ja. Is een goede 3-puntschutter. Dat zagen we in die vorige wedstrijd tegen Charleroi. Waar hij er 3 op rij maakte op een gegeven moment. In, ik denk, het derde kwart. Dat was een beetje de doorbraak toen in de wedstrijd. Leiden won uiteindelijk behoorlijk ruim. En Leiden wist natuurlijk ook uit te winnen in Hasselt. Een aantal weken terug. Ja, 24 maart. Maar dat was wel een hele spannende wedstrijd. Ja. Het kwam een beetje op de laatste fase neer. Ja, goed gespeeld. Helemaal vrij is daar. Oh, had wat sterker misschien kunnen finishen. Zat Van Breeën bijna tussen. Jammer Rutherford, die zich een aantal goede wedstrijden speelt hier in die cross-border fase. In de Elite Gold. Oh, de basket. Ja, er is een lengte tekort daar voor de nummer 16 Leemans. Tot 2 keer toe wel zijn eigen rebound nog even gepakt. Hier Collins met wat moeite. Hij zal erop gebrand zijn met veel meer energie te starten. Oeh, lange paas, maar gaat net goed daar Van Breeën. Breeën van downtown. Een heerlijke hoge boog. Ras schutter uit Limburg, Luc Van Breeën. Of uit Brabant, pardon. Helmond. En dan weer Nederlands Brabant. Ja, hier balletje rond bij Hubo. Die zullen we ze ook kunnen noemen. Hoewel Martin het andere voorstel had ze net. Nou, ik wilde vertellen, terwijl hier in Sight netjes gescoord wordt door Delalieu, een van de beste spelers ook. Maar ja, Leiden speelt natuurlijk uit in Oostende en ja, had de totale off-day, was ik te lezen. Volgens mij die letterlijke woorden op de website van Leiden. En ja, eerste kwart ging nog wel, maar daarna zakte het echt als een plumpunt. Ik dacht, ja, daar stond de Hammond inderdaad helemaal vrij ver, maar zag het niet. En ja, de coachingstaf wil dat Leiden met meer energie, meer urgentie, meer vechtlust speelt. Want eigenlijk, Martin, in mijn ogen lieten ze het in Oostende op een gegeven moment gewoon lopen. Ja, ik vond Leiden gewoon niet slim spelen, een beetje slordig. Ja. Heel slordig. Sommige mensen zag je ook helemaal niet in die wedstrijd. Ja. Rutherford had een goede serie, speelde een slechte wedstrijd. Bouwknecht 5 turnovers. Niemand bij Leiden was eigenlijk... Ja, dat heb je goed. Dat klopt. Dus nou ja, kun je eens een keer hebben. Het is geen schande om uit te verliezen natuurlijk van Oostende. Hoewel Leiden toen in de B-Nex playoffs daar wel wist te winnen vorig jaar. Close, maar toch. Hier Collins. Oeh, houdt zijn voet aan de grond. Als die erin gaat is het de klappe man. Het lukt niet. Was het toch een beetje geforceerd. Nou, Leiden weet het ook nog niet helemaal te vinden. Het is een beetje rommelig. Afgezien van die goede start natuurlijk van Dion Hammond. De shooting guard van Leiden. Daar fout voor Van Breeën. Die denk ik toch een beetje in het pad stapte. Die... bepleit van niks te weten, maar wel ondertussen tweede teamfout van Leiden. Fout is voor Collins. Ah, ja. Meerdere mensen. Voordat Van Breeën aansloot. Juist, thanks Martin.
Schervers op. Eén fout. Alweer een vroege fout voor hem. De captain van Leiden. En eentje dus inderdaad voor Collins. En eentje voor Keel aan de andere kant. Nummer 3 van Hubo. Oh, glijpartij. En dan wat stukkel. Zijkant gegeven. Ik heb de goal niet echt gezien. Nee, ik ook niet. Voetbal? Ja, duidelijk. Daar zal het dan wel zijn. De klok gaat ook terug naar het shop. Het gaat terug naar 14. Dan hebben we toch alsnog weer afgefloten. En waarom wordt daar ook niet getwijld? Onbegrijpelijk, ja. Kijk, mannen, je ziet toch, je zit daar op de baseline met z'n tweeën. Je ziet toch, als er iemand op de grond ligt, altijd dweilen. Altijd. En het, mannen gutsen van het zweet, ook door de warming-up, die komen echt vol bezweet al zo'n wedstrijd in. Goed, opgelost. Anders wij wel. Iedereen weer is. Ja, we zitten ook hier helemaal in de Nok, Martin, waar het altijd tropisch is. Met nummer 3 is dat dus Keel. En een rustig fakeje. En dan denkt Rutherford, ik ga daar geen fout aan spenderen. En zo komt Limburg toch weer aardig terug. Leiden is wat stilgevallen. Dus waren nog wel die hele mooie drie punten van Luc van Bree. Veel dribbles voor Ververs. Hammond. Nou, die wordt natuurlijk nu extra goed in de gaten gehouden. Oei, en dan gooit Van Bree zomaar de bal weg. Ja. Het is zoeken in de aanval. Af en toe denk je wel eens, ze spelen alsof dat ze in plaats van, wat is het, 6 maanden samenspelen, 6 weken samenspelen. Nou, dat is toch echt niet zo. Ook Limburg uitgebreid zoeken. Het publiek nog niet echt in de wedstrijd. Onze vrienden die hier kwamen, was dat Charleroi toen, Martin, met die enorme trommels? Ja, inderdaad. Zorgde voor een hoop sfeer. Ja, veel te makkelijke aanvallende rebound daar. Niet de eerste keer. En Sijsens gaat al naar 4 punten. Wordt wel gewaarschuwd dat hij de bal niet aan mag raken. Dat zal toch inmiddels wel bekend mogen zijn. Ja, de coach wordt er nog uitgelegd. Aan hem zou het ook bekend mogen zijn. Zelfs niet die bal aan iemand anders netjes teruggeven of zo. Gewoon er vanaf blijven. Ja, Martin, een runnetje van Limburg United. Ja, maar dat was in de uitwedstrijd ook. Ik lig daar nog niet wakker van, moet ik zeggen. Nee, dat hoeft het niet. Hier wordt Rutherford geblokt. En dan mist hij. En dan weer zijn eigen riem. 2 riemen op rij. En dan wel gescoord. Ja, spierballenbasketbal. Daar is hij goed in. Tommy Rutherford. Liefste werker van Leiden. Leiden weer voor. Ja, als goed is pakt hij weer in 1 keer 2 aanvallende rebounds. En natuurlijk ook nog een score mee, dat loopt ook wel. Ja, goed van zijn statline. Ah, die mis was dan iets minder, maar goed, dat kan gebeuren. En hier is het weer Leemans, die makkelijk bij de ring komt. Ik vind dat Limburg veel te makkelijk bij de ring kan komen. Het is 1 drive, 1 fake, 2 dribbles en je bent er. Rutherford weer gezond, maar die is wat te ver weg. En die verdribbelt zich daar dan en gooit zomaar de bal weg. Rutherford moet echt de bal, Martin, redelijk kant en klaar krijgen op 2 meter van de basket. En daar bedoel ik helemaal niks vervelends mee, want hij is er ook heel goed in om die positie te bevechten. Dat is wat hij moet doen. Ja, daar moet hij die ballen krijgen. En hij moet niet te veel van die dribbelacties gaan maken van als hij ver weg van de ring staat. Exact. Dat is niet zijn kracht. Ja, nee, exact. Nou, weer helemaal vrij daar. Ook dankzij die drive was hij ook vrij. Maar ook Leemans was weer vrij. Allerlei problemen daarvoor leiden om die pick-and-roll te verdedigen. En weer, Martin, bij de ring gekomen door Limburg. Het zijn eigenlijk allemaal lay-ups. Ik heb ze geloof ik nog niet echt een jumper zien maken. Misschien dat ik me een klein beetje fris. Hammond probeert het goed verder. Lukt het gelijk de stand. Ja, 3-7 punten voor Hammond. Nou, het is een beetje Dion Hammond tegen Limburg. Niet het enige United natuurlijk in de B-Next League. We hebben ook nog Joost United. Nou, weer helemaal in de paint de bal gekregen. Dan weet Collins dat nog wel af te weren. Hier is het Keel. Die bal komt er net uit. Klein gelukje voor Leiden. Ja, was redelijk mis. Ja. Ververs ziet ruimte. Ja. Echt overtuigend ook in de rebound gegaan. Een beetje traag door Van Bree. Dat idee dat hij misschien die bal had kunnen hebben. Gebeurde niet. Het is ook wat snel geschoten. Maar wel een raak voor Stijn. Dat is Stijn's game. Hij heeft er niet van meer gescoord dan in de vorige wedstrijd in de eerste helft. En toen stond hij op 0 en 3 pace. Ja, staat op 4 nu. Oeh, met moeite kan daar Ververs de bal kwijt. Ja, ja. Je ziet, staat ook helemaal stil. Van Bree krijgt bijna geen bal. Heeft 1 driepuntertje gemaakt. En daar een fout op de vloer. Denk door nummer 9. Maar je ziet ook het spel staat stil. Ik bedoel, de bal is bij Marijn Ververs op de kop. Dan gaat hij naar Collins en die weet ook niet naar wie hij moet. En uiteindelijk gaat hij naar Rutherford en de rest staat gewoon
te kijken wat er allemaal gebeurt. En dan mis je dus gewoon penetraties, snijden over de baseline zonder bal. Beter aanspeelbaar maken, goed screen zetten. Allemaal dingen die je moet doen om in die wedstrijd van belang te kunnen zijn. Ja. Nou, Sijsens was het trouwens, die nummer 10 die de fout kreeg. Daar een mooie drop pass, maar ja. Het is toch een turnover. Het is een heel laag paasje. Het was wel aardig bedacht, maar het is daar ook heel druk. Het is alle ballen op Rutherford zo'n beetje. Maar ook deze man, Doug Spradley, hoofdcoach van Leiden. Oeh, daar ben ik een stiel van. Wordt het dan een 8 seconden overtreding? Ja. Je moet in 8 seconden over die middenlijn zijn. En dat lukte niet. Goed gedaan voor Leiden. Die turnover meteen weer gerepareerd door een turnover af te dwingen. En het publiek nu ook een beetje wordt enigszins wakker. Het is een hele grote loterij hier gaande. Heel veel sponsoren hebben prijs ingelegd. De opbrengst te gaan naar de Blauwe Brigade, de officiële fanclub van ZZ Leiden. Dus wat dat betreft iedere wedstrijd iets bijzonders in de 5 mei al. Vandaag was die loterij. Kermis is vervangen door Bouwknecht, eigenlijk de vaste wissel. Hier Hammond. Moeilijke bal hoor. Ja, veel contact ook. Ja. Over hem het heen gesprongen, loopt allemaal goed af. En dit leek me wel een fout van Collins, niet gefloten. En dan is het een open 3-punter uit de hoek. Is een raak voor De Droog. Ja, Martin, en zo is het 5 punten. Er zit toch een kloofje. 17 punten tegen al. Dat gaat nog net. 12 punten gemaakt. Dat is een beetje matig. Zeker als je bedenkt dat Leiden er al heel gauw 7 had. Door Hemmet en Van Bree. Hier Bouwknecht is altijd bereid om meteen de trekker over te halen. Heerlijke bal van Maarten. Speler van de maand maart. Natuurlijk, hij speelde goed in de bekerwedstrijd. Hij speelde in wedstrijd Oostende goed. Maar voor de rest komt hij ook niet zo denderend in de maand maart. Ja, ik had nog wel. Die scoorde ook hoog hoor in de verkiezing. Tommy Rutherford. Maar hij haalde het net niet. Hele verre 3-punten. Geriebaan door diezelfde Rutherford. Ik ben benieuwd of we Schaftenaar vandaag nog eens een keer krijgen. Ja. Was natuurlijk niet mee naar België. Moest natuurlijk rust hebben. Volgens Paulus is zeker 2 weken nodig. Of voor rust. Nou ja, goed. Die zou je dan nu gehad kunnen hebben. Ja. Hier Bouwknecht. Oh, daar staat Van Bree op te spotten. Maar Bouwknecht denkt, ik gooi hem er net in. Ja, goede rebound hoor. Van Rudder, die trekt er een fout. Wordt de derde teamfout van Limburg. Ik denk zijkant. Ja. Rutherford had niet echt de kans om omhoog te gaan, Martin. Maar wel toch een goede fase van Rutherford. Ja, Van Bree heeft 1 bal geschoten in bijna 9 minuten. En wordt gewisseld door Fenskoes, die in een dip zit al wekenlang. Dus kijken of hij dat een beetje van zijn af kan schudden. Nummer 21 van ZZ Leiden. Ook Stan van der Elzen weer met nummer 9. Oh, goede paas van der Elzen. Ja, en Collins kan hem makkelijk inleggen. Die kwam redelijk vrij aanlopen. Ja, goede play van Leiden. Van Elzen die toch de laatste weken in niet al te veel speeltijd altijd wel een aantal aardige dingen laat zien. Een paar schotjes, assistje, wat werken. Hier wordt eerst Rutherford redelijk doorgedraaid. Maar daarna blokt hij de bal. Even twijfel, maar met 3 scheidsrechters opgelost. De bal is voor Limburg. Ja, dat was hij ook. Keel gaat eruit. Moeilijk te lezen, die rugnummers op de shirts. Het moet echt verboden worden. Die blauwe strepen erdoorheen hier rond onze monitor. Bijna onmogelijk om te zien welk nummer de spelers van Limburg hebben. Maar we zullen er wel aan gaan wennen. Wat zou je zeggen, Martin? Ja, die nummer die uitnam was de Suisse. Dat is nummer 6. En Maxime de Zeeuw is er nu ook ingekomen. Is nummer 14. Dat is een voormalige Belgian Lion. Absoluut. En in het buitenland gespeeld. Een hele mooie carrière gehad. De Zeeuw die er nu... Kijken, nummer 14 staat hier. Enigszins onder in beeld staat er nu samen met de nummer 13, Desiron. Speelde een draag van een wedstrijd trouwens in Hasselt. Hij staat hier nu op te posten en daar heeft Bouwknecht een probleem. Een enorme mismatch natuurlijk, maar Bouwknecht houdt stand, krijgt geen fout. En weer een blokje van Rutherford, schotklokproblemen voor Hasselt. Uitstekende defensive possession van Leiden, weer een fout denk ik. Niet te veel tegen de scheidsrechter discussiëren zou ik aanraden. En dat is dan de vierde teamfout. Ja. Je ziet het ook in het geel in onze scorebalk staan. Four fouls. En dan komt Clapton erin, Cliff Hammonds. Die heeft alweer bijgetekend voor een volgend seizoen. Ja, dat is een Hammonds met een S erachter. Wij hebben een Hammond enkelfout, zo gezegd.
Die met de S is de nummer 15 in het wit. Hier Collins. Ah, dat is moeilijk hoor. Die bal niet goed beschermd. En dan er neergegaan. En snel eruit. Ah, redelijk goed gestopt door Bouwknecht. Oeh, bijna stil. Daar zat Collins te loeren die uit het achterveld kwam. Ah, Leiden verdedigt wat meer, Martin. Wat actiever. Ik zie wat meer handen overal. Ik zie ook nog wat meer fysiek geweld zoals daar. Oeh, lopen hoor. Dan mag Leiden niet klagen hoor. Daar werd gevochten in de paint. En ja, door die strijd die Leiden levert, zijn ze toch weer langs zijn gekomen. Ja, de laatste, nou ja, bijna laatste aanval dan, zullen we zeggen. Ja, dit kan het publiek wel waarderen. Er wordt gezongen, er wordt ook gehoor aan gegeven. En ga staan als je voor Leiden bent. Collins dreigt, ziet die schotklok. Die denkt, we hebben nog 9 seconden. Nu nog 6. Ja, draaien, keren, moeilijke bal hoor. Moeilijke bal, in en uit, in en uit. En rebound niet voor Rutherford. Dan is het nog 4 seconden. Ja, er wordt nog een goed schot voor de nummer 6. Hoe was het op tijd of niet? Was op het randje, maar valt niet voor Le Suisse. Ja. Nou, het zal belangrijkste indrukken uit het eerste kwart. Ja, Leiden moet wat dichter bij die ring zien te komen. En iets beter vrijlopen, iets meer bewegen in de aanval. Alright, we gaan naar onze sponsoren, Martin. Ja, daar zijn wij weer. U ziet dat daar de lotto-trekking zogezegd in de middencirkel plaatsvindt. Hier loopt eruit van de blauwe brigade. Nienke Waaier in actie. Nienke de Ligny, mag ik zelfs zeggen. Martin, je hebt het denk ik al wel verteld, of niet, in je preview van Den Bosch draait niet zo lekker. We hebben pas 1 keer gewonnen in de goldfase. 1 keer van de 7, nee, 1 keer van de 6, denk ik. Nee, 7. Ze hebben gisteren al gespeeld. Ja, dus die, ja. Liggen kansen voor Leiden. Dit is wel een must winnen. Ja, want dan pak je sowieso de koppositie over. Dus dat zou, als je dat vast kan houden, dus thuis worden in de play-offs. En je houdt Donar ook nog onder je. Donar staat ook 1 punt achter Leiden. Donar speelt de beste van de Nederlandse ploegen in, ja, moet gezegd worden, in de Elite Gold. Die hebben 4 van de 6 gewonnen en er staan nu op... op voorsprong om de 7e of de 5e van de 7 te winnen. En Leiden heeft natuurlijk wel onderling resultaatvoordeel tegen Donar. Dus Donar moet 2 keer meer winnen dan Leiden in de resterende 4 wedstrijden. Ja, en Leiden eindigt met 2 wedstrijden tegen Antwerpen. Ja, maar ja, je hebt ook nog Charleroi ertussen. En Charleroi nog uit. Aanstaande woensdag is dat, hè? Zeg ik dat goed uit mijn hoofd? Ja. Hier 3'tje, denk ik. Ja, geprobeerd iets te kort. Voor De Ziron met de nummer 13. Rebound gevecht, heeft die bal. Ventkoes heeft die bal. Ja, we hebben Schaftenaar in het veld. Dat is in ieder geval goed nieuws voor Leiden hoor. Hoewel hij het in die laatste wedstrijd tegen Charleroi ook even probeerde. Of was het de wedstrijd ervoor? In ieder geval was het toen van korte duur. Eens kijken hoe die nu hersteld is. Balletje valt niet voor Ventkoes. Leiden kan even niet bij de ring komen. Van den Nel zit er nog in, die vangt hier die drive op. Oeh, dat rook naar lopen is, voor Le Suisse. Het is eigenlijk ook gewoon lopen. Ja, en dan nu veel contact hoor, ja, ja, van den Nel. Ja. Ja, vierde teamfout in totaal, maar het kwart is natuurlijk opnieuw begonnen. Maar we staan een 4-4 qua fouten. Er is af en toe wat discussie over. Dat is ook wel leuk, hè? Uit en thuis. Nederland, België, dat dan te vergelijken. Krijgen de Nederlandse teams dan meer pace voor? Tegen krijgen ze dan meer vrije worpen? Dat soort dingen. Ja, dat is toch wel lollig om naar te kijken. In ieder geval moet je wel zeggen, zeker terwijl die bal een beetje half wordt doorgefrommeld. Het idee. Ja, ook aan de jurytafel enige discussie. Volgens de speaker was het De Ziron die het laatste setje gaf.
Maar ja, overal over die 20 teams, de 10 Belgische, 10 Nederlandse, is in deze elitefase ja, zijn de Belgische ploegen succesvoller. In de gold kan Nederland redelijk meekomen. In het zilver is het lastig. Hier is het Schaftenaar die net iets scoort. Ja, het spotje heeft hij wel in huis. We zien hem het liefste met zijn hoekschotje. Als hij dan zo in het midden van de paint komt, dan is hij eigenlijk dodelijk met het hele strakke, vlakke hoekschot van hem. Oeh, die bal had ik er zomaar in zien vliegen, maar ook Limburg mist en komt dus ook niet bij de ring. Nou, er weer afgefloten. Blijft een beetje een werkbasketbalwedstrijd, niks mis ja, mee. Ja. Kan ook mislepend zijn. Was die uitwedstrijd was dat ook wel zo? Ja. Was niet echt sprankelend basketbal te zien. Was dat nou die wedstrijd met die 51 pace of vergis ik me nou? Ja, dat waren 51 pace. Ja, de vaart zat dus totaal niet in de wedstrijd. Nee. De Belgische commentatoren waren helemaal des duivels eigenlijk over de scheidsrechters optreden. Ja, ja. Maar ja, goed, gisteren waren die van Mechelen, die spelers ook niet echt blij in Zwolle. 4 technische fouten en de eerste nederlaag van Mechelen. Ja, verrassend. Mechelen dat het zeer goed doet. Dat helemaal lijkt te kunnen aanhaken bij toch het sterke Antwerpen en het rijke Oostende. Ja, maar Jordan Harris speelde bijvoorbeeld niet mee. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Mm-hmm. Bij Zwolle trouwens Toro Barea ook niet. Die had de longontsteking. Dus die was ook nog niet zodanig dat hij kon spelen. Bouwk echt voor 3. Oeh, ja, de ballen zijn punten zijn duur in dit kwart. Martin, we hebben pas 1 field goal gezien. Ja, we zijn alleen maar aan het schieten. Hè? We zitten alleen maar 3 punten zo ver buiten de midrange. Ja, dat klopt. Hier een side en ik denk 2 shots. Slim omhoog gegaan nog. Is dat de Zeeuw die naar de vrijworp naar gaat? Kijken wie er terecht komt. Ik dacht de Droog. Ja, ik twijfelde. Ja. Het is de Droog. Ja, de Zeeuw staat daar. Ja, ja. Staat in de rebound. Ja. Balletje is goed. Ja, toch een klein runnetje voor Limburg. Ja, Leiden zal zeker geen vertrouwen getankt hebben van die grote nederlaag in Oostende, maar ja, zoals al gezegd, kan gebeuren. Coach Spradley kon er ook niet bij zijn doordat hij ziek was. Gelukkig weer vlot hersteld. En dan vandaag maar herpakken. Maar het zal niet vanzelf gaan, dat zien we wel aan de stand. Ik vind het leuk zijn als iemand bij Leiden ja, toch zelf wat kan creëren. Hij is weer afgefloten, weer een fout ver van de basket. Valt me op, heel veel fouten zo rond de driepuntslijn. Die 51 zullen we hopelijk niet halen, maar het begint toch nu redelijk op te lopen. 2, 4, 6 en aan de Leidse kant staan er 5. Zijn er toch alweer 11. Ja, niet heel uitzonderlijk zo, wat zullen we zeggen, peetje op. Ja. 30 per wedstrijd. En Schaftenaar is back. Mac het voorspelde hoekshot. Ja, beetje halve duw. Ja, bij de ring gekomen en afgewerkt. Geen rim protection. Dat heeft Leiden eigenlijk sowieso niet. Ja, de, zich kan Rutherford nog wel eens een schotje blokken. Dat is het helemaal zo'n beetje. Schaftenaar doet dat zelden. Nee, maar dit was ook slecht verdedigd van de Nels. Die gewoon niet oh, goede paas van Bouwknecht. Ja, ja. Ook iemand weer wijd open. Hè? Ja, lekker balletje. Het team basketbal waar Leiden bekend om staat. Zeker dit seizoen waar ze het van moeten hebben. Bijna stiel van Bouwknecht. Samen spelen, bal laten gaan en hard verdedigen. En dan moet je wel zeggen, dat is wel een basis die Spread die er snel in gebracht heeft. Leiden altijd wel kan leunen op een vrij goede team defense. Misschien niet meer de flitsende steals en zo die we gewend waren met bijvoorbeeld een Wordy de Jong. Maar verdedigend houdt Leiden toch meestal wel aardig stand. Af en toe is het wat sprokkelen voor de punten in de aanval. Ja, weet je, bij Leiden kunnen veel mensen scoren. Maar het punt is dat er niet in een speler is die opstaat die zegt, nou ik geef mij die bal, maar ik doe het wel. Juist. En dat mis je gewoon echt een duidelijke leider in het veld. Ja, zeker ook scorend. Oeh, daar veel te laconiek opgepakt door een beetje een lage paas misschien. Maar Hammett die dacht, oh die heb ik wel even. En botste toen met zijn eigen knie tegen die bal aan. En, maar dat is een slechte paas van Bouwknecht, zo achterloos achter zijn rug. Dat is wel lekker, die behind the back pass. Nee, slechte pass was dit. Dan moet je maar afvragen of hem het überhaupt verwacht had dat hij die bal zou krijgen daar. Hier de Zeeuw met de bal.
Zit naar gaatje. Oeh, ja, het was druk daar en bijna stiel, maar niet helemaal. De bal blijft bij Limburg. Leuk, Martin, toch die splitsing dan steeds in de elite zilver en gold. Want de Limburg hebben wij vorig jaar niet gezien. Die zaten toen in de zilver. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Charleroi. En toen zagen we Mons en Leuven. Nou, die zien we dan dit jaar niet. En ja, dat zorgt ook weer voor afwisseling. Ja, geen kasteels hier. Dat had natuurlijk ook nog wel leuk geweest. Ja, zeker. Ik had hem heel kort nog even aan de lijn. Het ging goed met hem van de week. Hij had wat videobeelden nodig. Ja. Om zich, ja, hij bereidt zich altijd zeer gedegen voor, Eddie. Dus ja, ja, mooi om hem weer heel even te spreken. Hoe gaat het op de velden? Ja, in Groningen is het rust. Het staat 37-29 voor Donar tegen Spiele Basket. Steph Browns is wel weer goed bezig. 10 punten, 5 rebounds en 4 assists. En bij Charleroi, waar de Scuta niet meespeelt vanwege een enkel blessure, is Jackson al op 10 punten. En dan hebben we natuurlijk nog wedstrijden in de Elite Silver. Basketball Academie Limburg speelt tegen Belfius Mons Heino. En daar staat het na 3 minuten in het tweede kwart 17-18. Dus daar wordt niet bijzonder veel gescoord. Mm-hmm. En Den Helder Suns speelt tegen OKP Aals. En daar staat van halverwege het tweede kwart 28-34. En Den Helder Suns had vorige week een boeiende overtime overwinning in België tegen Circus Brussels basketbal. Ja, zeker. En ja, daarmee is Brussel helemaal uitgeschakeld voor wat dan ook. Die gaan gewoon over een paar weken in de B-Nex playoffs beginnen. Ja, die kunnen dus blijkbaar geen eerste van de Belgen of eigenlijk zesde in totaal worden. Want er gaan er 6 naar de nationale playoffs. Het drietje uit de time-out valt niet. Iets te hard. Spelertje achtergebleven. 5-4 in principe. Ja, dan moeten er toch wat gaten. Bijna een charge, maar net niet. Hammond, open schotje. Iets te hard. Goede rebound van Veskus. Goed positie gekozen. Bal ingehouden of niet? Ja, wel, maar aan de leider gegeven. Ja, Helter Skelter. Blijft rommelig. En waarom wordt er hier afgefloten? Iets met de klok. Achtig iets. Wordt luid geprotesteerd, denk ik. Beide banken. Voor de bank van Limburg. Ik denk dat er misschien gemeend wordt dat de bal niet volledig in bezit is geweest van... denk het. Van, hoe heet het? Van Limburg United. Ja, en dat dan de shotklok niet terug naar 14 had gemoeten. Ja, dat vermoeden heb ik ook, Martin. Maar de bal van Hammond heeft gewoon de ring geraakt. Die 3 punten. Inderdaad, ligt het ook toe dat het daarover gaat. Nou, blijkbaar omdat we op de verdedigende helft terug zijn gekomen, is het 24 seconden opnieuw. De bal had erin geraakt van Hammond, dus dat is sowieso opheffen van de shotklok. Een soort muurtje op de midlijn neergezet om aan balbezit te komen. Van der Elzen is zorgig met de bal. Bouwknecht. Venskus komt er niet langs. Van der Elzen voor 3. Van der Elzen voor 3. En Leiden op voorsprong. Ja, dat valt me de laatste week op, Martin. Van der Elzen weer een beetje teruggekomen na een lastige periode. Hij speelt niet superveel. Hij neemt niet superveel schoten, maar schiet eigenlijk best een goed percentage. Zo, midrange heeft hij wel, maar zeker ook die 3 punten. Een mooie techniek ook. En dat kon Leiden voor goed gebruiken. We komen ook weer op voorsprong. Drive met veel contact en goed recht gebleven door Schaftenaar. Die daar Le Suisse de basis. Er zit ook wel een centimeter of 25 verschil tussen. Dat is even moeilijk, maar met een gelukje misschien. De bal in de ploeg houden, 10 seconden nog. Oh, no look pass! Ja, ja, bril gebaren voor de ogen van Bouwknecht. No look. Ja, lekker afgerold van Venskus ook. Publiek in de voerend land. Vol erachter nu. En, kunnen ze wat doordrukken? Kunnen ze zo'n kloofje slaan? En offensive foul. Yes, sir. Even kijken naar die laatste actie. Fout van Jarne Le Suisse. Hier komt hij. Met
enige. Ja, die gaan we nog even vloeiend aan u brengen hoor. Maakt u zich geen zorgen, maar was in ieder geval die no-look assist van de Bouten. Ja, mooie shot daar van een van de fanatieke tribunes. Waar ik fans zie die altijd achter een ploeg staan. Ja, DJ gooit even de beuk erin. Martin Hoekstra die gooit de handjes de lucht in. En hier is het Hammond jumper. Dat kan die goed. En die, ja, mooie bal. Was niet makkelijk hoor. En time-out neem ik aan. Oei, nee. Ja, daar. Ja, time-out. Zat erin natuurlijk. Zat er aan te komen. Ja, er is een gaatje van 5 punten. Hammond aan zijn 9e punt toe. Dus goede geluiden voor Leiden. Ook goede geluiden in Groningen. Daar staat Donar nu 10 punten voor. Zo'n mooie no-look. Hij wist dat Venskes goed afgerold was. Dat die man van Venskes nog bij Maarten Bouknecht onverstond. Ja, die nu wel goed in herhaling. En dit was ook een lekker assist. Die kwam van Schaftenaar op Venskes. Ja, goede fase dus van Leiden. Stonden wat puntjes achter het begin van dit kwart, Martin. En nu plus 5. Logisch om dan een time-out te nemen. Wat zie je ja, dat er eventueel veranderd is in de laatste minuten? Nou, Leiden komt in ieder geval dichter bij de ring. En dat is altijd prettig natuurlijk, dat je gewoon makkelijkere scores hebt. En verdedigend stond er met Schaftenaar in ieder geval stond iemand in de weg onder de borden. Die ook gewoon de rebounds pakte met z'n 2,11 meter. En ook een paar ook wat ze blokte. En, dat deden we ervoor trouwens ook wel. Maar als iedereen gewoon goed blijft verdedigen en niet te veel open ruimte geeft. Dan kan Leiden hele goede zaken doen vandaag. Maar ja, Leiden is natuurlijk ook een ploeg die in de slotfase gewoon alles weer weg kan gooien. Dus we moeten een beetje voorzichtig zijn daarmee. Ja, we zagen natuurlijk een bijna gruwelijke ineenstorting in de nog wel gewonnen bekerfinale. Maar die toch een beetje met de anticlimax daardoor uitging. En natuurlijk uit in Mechelen en zeker thuis tegen Mechelen. Terwijl hier Rudy de Jong te zien is, die dacht ik net ook al te herkennen. Hij is het echt. Ja, dat was natuurlijk helemaal heel zuur. Je noemde net Mechelen die het zo goed deed, die net dan wel heeft verloren. Het had voor Mechelen natuurlijk ook net wat anders eruit kunnen zien. En voor Leiden helemaal, maar wat zullen die balen dat ze eigenlijk 2 keer hadden kunnen winnen van Mechelen. Dan hadden ze echt stevig boven aangestaan als Nederlandse ploeg dan onderling ten opzichte van Donar en Den Bosch. Misschien dat je ze allebei wint is wat onwaarschijnlijk. Vorig jaar verloor je ook in Mechelen, maar 1 van die 2 hadden ze toch wel moeten pakken. En hadden ze een heel leuk buffertje gehad. Dat hebben ze nu niet. Nee. Ja, het is wat dat betreft is het dan een kan vriezen, kan dooien ploeg. Uit bij Limburg United bleef ze in de slotfase dus wel overeind. Dat was een gelijke stand, kwamen ze 2 punten voor. En toen gooide de Zeeuw 2 vrije worpen mis. En toen kreeg ik nog een fout gemaakt op Hammond die dan 1 van de 2 vrije worpen raakschoot. En er kwam geen 3 punten meer, want dat was een stiel van Leiden ook. En dat was einde wedstrijd. En ter Oostende was Leiden natuurlijk in de slotfase vanaf de vrije worplijn waar ze op neergezet werden door Oostende. Eigenlijk op dat moment wel feilloos. Ja. Nee, jongens, stop. Zeker. Het zijn geen skis. Ja. Slamdank. Goed gespeeld. Ja. Ja, de droog Martin, die daar lekker afdunkt. Die trouwens een goede lengte heeft. Ranke speler, die nummer 11. Staat, moeilijke bal van Elsen, te moeilijk. De droog gaat al naar 9. Ook Hammond staat op 9, maar dan bij Leiden natuurlijk. Balletje in de hoek. Is ook goed. Ja, en het is weer de droog, Martin, die dus en een dunk heeft en een 3-punter. Dat vind ik nog eens even lekker in en dat in 20 seconden. In 20 seconden. En in 20 seconden is hij niet verdedigd. In geen enkele situatie. Dus de voorsprong is weer weg. Time-out Leiden. Ja. Nou ja, het kan vriezen, kan dooien. Dat is ook het leuke van basketbal. Het is een game of runs. En we hebben al voorspeld, het zal ongetwijfeld spannend blijven. Dat was het ook bij die uitwedstrijd daar in België. Dus weinig reden om te denken dat dat nu heel veel anders is. Maar toen zei het al, Leiden heeft niet per se een speler die zo'n wedstrijd dus eventjes gaat domineren. Of eventjes naar zich toe gaat trekken. Nou ja, goed. Op zich voor de neutrale toeschouwer op zijn minst leuk. Voor onze hartslag niet altijd heel gunstig. Maar we doen het er maar mee. Nou ja, weet je wat natuurlijk wel positief is? Ik bedoel, ik zie Delalieu op 2 punten. Deciron op 2 punten. De Zeeuw op 0. Stijn op 4. Ja, dat zijn toch mensen die je misschien wat meer van mag verwachten. Die wel uit de wedstrijd gehouden worden. Alleen dat de droogte dan nu weer 12 heeft. Ja, dat is natuurlijk even een streep door de Leidse rekening, zullen we maar zeggen. Ja, ik zag hem inschieten. Schoot hij ook echt de ene na de andere 3 punten er al in.
Ik denk, nou, daar zullen we toch ook even wat moeite mee hebben. Ja, nou, dat blijkt wel. Hij heeft een goede lengte, Martin. Mooie techniek. Laat dat schot redelijk snel los. Inside, outside. Ja, het moderne basketbal, zo gezegd. Een grote all-round wing. Misschien, ik weet niet of die nu... Ja, wat... ja, dat hangt er een beetje van af waar je... Ja, ik denk dat hij nu ja, misschien wel de big man is op papier bij de ploeg. Maar een beetje positieloos basketbal zoals het tegenwoordig heet. Maakt niet zo meer uit of je dan op de 4 of op de 5. Een goede rebound van Hammett, maar ja, die heeft vaak op, weer een knap zeg, tussen drie mannen. En ja, heel sterk rebound van Rutherford, die wel vaak moeite heeft met finishen. Niet de meest zachte handjes, maar wel heel knap. Op een gegeven moment volgens mij bijna tussen vier tegenspelers. Ja, volgens mij. Alsnog de rebound gegrepen. En volgens mij zelfs twee keer, want hij miste zelf ook nog een balletje. Nou, zijn de vrije worpen niet zijn grootste hobby, zoals we weten. Dat ja, komt mede ook door zijn techniek. Maar ja, wie weet of dat hij ze er gewoon in kachelt. Nou, hij drukte wel die bal bij de droog in zijn gezicht zo ongeveer. Die staat nu een beetje aan zijn tanden en zijn lip te voelen. Ik bedoel, nou, we hopen dat hij zo direct zijn schot ook niet helemaal heeft meer. Kijk wat Rutherford hier gaat doen. Op Martin de geboortedag zag ik van Renzo Zwiers. Renzo Zwiers, de legendarische speler van Donar, die onlangs overleden is. Een prachtig in memoriam geschreven door Jacob Bergsma. Op onder andere de website van de Nederlandse Basketbalbond. Geboortedag dus van ja, misschien niet de Mr. Donar, maar eigenlijk Martin de Vries zei. Ze noemen mij Mr. Donar, maar eigenlijk is Renzo Zwiers Mr. Donar. En ja, daar was men het eigenlijk ook wel hardgrondig mee eens. Dan mag Rutherford die tweede vrije worp die missen nog een keer overnemen. Ja, waarschijnlijk te vroeg inlopen door een van de mannen uit Vlaanderen. Hier, tweede kansje. Eerste was geraak. Ja. Weer. Ja. Ze weten misschien ook. Ja, als je buiten de driepuntslijn staat, dus niet aan de cirkel, mag je pas inlopen op het moment dat de bal de ring geraakt heeft. Keel die denkt van die Rutherford die schiet niet zo best. Ik vlieg er even in voor de rebound. Die staat daar dus niet aan de een van die posities aan de bucket, maar buiten de driepuntslijn. En ja, 1 op 3 is die eigenlijk Rutherford, maar op papier is die 1 op 1. Maar wat gaat hij met die vierde doen? Zelden vertoont dit. Nou, die gooit hij erin. Nou, Martin, dan zal ik mijn geld erop zetten namens jou. Doe ook al mee aan de loterij. Zij het. Blauwe Brigade Loterij en Martin Hoekstra, voorspelkunstenaar. Het is lekker verleiden, twee puntjes voor en de rust nadert. Dan gaat hij in veel fases niet echt op gang komt. En als er dan even een ruddetje is, ja, uiteraard een time-out. We zagen net die goede fase van de droog. Keel hebben we eigenlijk nog niet gezien. Echt twee puntjes, die nummer 3 van Limburg. Met contact, geen end one, maar wel two shots. Nou, Leiden pas de 6e fout in totaal. Dat is redelijk netjes. Limburg staat erop. 3, 5, 6, 9. Ja, dank je. Ja. En die zijn trouwens nu ook al in de penalty. Ja, lijkt nog niet. Maar ja, het is wel 2 maal. Ja, die uitwedstrijd, als ik me goed herinner tegen Limburg. Dat was die wedstrijd waarin onze vriend Marijn Ververs 2 keer flopping kreeg. En toen David Collins ook nog een keer. Dat waren al 3 technische fouten. Nee, de bal hobbelt erin. Ja, die van Ververs, die tweede, sloeg helemaal nergens op. Want die Stijn die maakte hem echt een aanvallende fout. Die werd niet gezien. En dan kreeg Ververs daardoor, omdat hij uit balans raakte, kreeg hij een tweede tegen flopping. Was wel heel zwaar bestraft. Sijsens maakt ze allebei. Laat zien hoe het moet. Hij gaat naar 6. Ook niet per se een speler die altijd opvalt scorend. Maar hij en de droog is samen op 18. Meer dan de helft van de Limburgse punten. Punten zijn wel duur aan beide kanten. De Leiden springt Hammond er bovenuit met 9. Maar verder niemand meer dan 4. 4 van Venskoes, Rutherford. Fout van de Zeeuw. Van Bree staat er wel weer in. Maar is tot nu toe op gezien van 1 driepuntje onzichtbaar vandaag. Ja, hij stond de droog moest hij verdedigen. Dus was hij ook onzichtbaar. Hier hebben we Rutherford opnieuw op de lijn. Dat is weer een goede avond. Erg actief. Ja hoor, prima. Lijkt me wel zo'n basketballer die altijd aan zijn game zal blijven werken. Stukje bij stukje verbeteren. Deze man Thomas officieel in zijn paspoort. Rutherford.
Nou, 6 punten, 6 rebounds in de eerste helft van Rutherford. Op koers voor het dubbel-dubbel, zullen we maar zeggen. Ja, daar kan je mee thuiskomen. Oeh, daar een lekkere pull-up jumper, maar niet gemaakt door Stijn, die wat stil is gevallen. Begon goed aan de wedstrijd. Hier is ruimte. Lui schotje, in en uit. Voor de droog. Rebound. Ja, deze moet er dan in. Dan moet Leiden ook de rebound hebben, gebeurd ook niet. Hey. Ik denk dat Leiden tikte. Nee, Leiden tikte. Toch gefloten. Nee. En dan wordt er nog een keer gefloten. Ik denk om de bank van Limburg wat op bedaren te brengen. Ja, ze gaan ook overleggen. Ik weet niet of ze dit mogen reviewen. Er ligt een tablet klaar in instant review. Even wegblijven, zeggen de scheidsrechters. We willen niks horen van de spelers. Ik ben benieuwd. Het gaat erover of het wel of niet terugspelen op eigen helft was. Het publiek vindt het prachtig. Liedjes schallen van de rijk gevulde tribunes. Kleine 2000 man hier in de schuur. Ja, ik dacht ook dat een Belgische speler hem tikte en dat er daar wel terugspelers zou moeten zijn. Ik zat ook als dit gebaar te maken, maar jij dacht dat een speler van Leiden dat dacht ik, maar het gaat zo snel, ik kan me ook vergissen. Maar nu gaan we in plaats van de tablet kijken, gaan we gewoon even een theekransje houden. Ik weet dus ook niet, ik weet er te weinig van wat wel en niet reviewable is. Misschien is dit er eentje in de categorie, we mogen dat niet reviewen. De bal gaat in ieder geval naar Limburg. Maar Leiden heeft een voorsprong. Melden de schotklok, omdat er iedere keer geen balbezit was waarschijnlijk. Teruggelopen naar 7. Die bal toch regelmatig erin geraakt. Maar ja, nu was hij natuurlijk weggetikt. Ja. Helemaal naar de andere kant van het veld. Er gaat wel veel tijd in zitten. Nu gaan we nog even met de tafel overleggen. Ja, Rudy de Jong die filmopnames maakt van deze wedstrijd. Ook een van zijn talenten naast 5 tegen 5, 3 tegen 3. En dan wordt er nu denk ik overlegd over de klok, Martin, met de jurytafel. Veertien seconden, wat een lachertje is dit zeg. Ik weet niet of dat ze deden omdat ze een verkeerde call hadden gemaakt. Ik weet niet of dat daarmee te maken heeft. Want goed. In ieder geval, Martin, we spelen eindelijk weer meteen geschoten van verre. Valt niet. Had iets meer ingezeten voor Limburg. Ja, in de vorige wedstrijd schoot die Delali Jeu met zijn ogen dicht al die drietjes erin. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, het is niet je eigen hal. Een beetje lastig gegeven van Bree. Die kan dat wel en hij doet het. Ja. Komt Leiden in zekere zin goed weg na die rare situatie met dat terugspelen met die schotklok. En in plaats van dat Limburg daarvan profiteert, is het Leiden die dan meteen met een driepunter heel veel contact aan bij Van Breden. Zijn rug wordt geraakt, turnover aan de zijkant. Anders was het wel een aanvallende fout geweest, want daar kreeg Van Breden toch een aardige zwieper in zijn gezicht. Leidse publiek kan het helemaal waarderen. Die werd weer niet gefloten natuurlijk. Uiteindelijk wordt er bij die zijlijn bij Collins gefloten. Leiden nog een keer kan scoren. Door ook dat goede werk in site van Rutherford onder andere zit Limburg al een tijdje in de penalty. Dus twee vrijworpen is natuurlijk ook lekker. Of wordt het een assist? Nou, toch aangekomen. Bal een beetje gekraakt. Bal laag nu. Spotball situatie. Waarom maak je nou zo'n pisdribbel? Ja, hij kreeg hem ook niet helemaal lekker had ik idee. Nee, oké. Maar dus dan ga je dribbelen tussen drie kleine mensen in. Ja, dan wordt het een spoel. Paas hem dan uit naar Collins of Hammond in de corner. En ga opnieuw posten. Wat voor dribbel, Martin? Ja, een pisdribbel heet dat. Er werden wel als coaches een link om als onze centers inside gingen dribbelen. En is dat omdat het tijd kost? Omdat het balverlies oplevert? Of wat is het laatste? Omdat het balverlies oplevert. Je hebt geen sterke positie, die bal is laag. Klopt. Je bent zelf een grote man, dus dat is nog lastiger. Ja, klopt. Ja, goed, Hammond dan vanaf. Jammer, we maakten maar een assist van. Nog 4 seconden, moet geschoten worden door Collins. Geblokt nog een keer, op tijd. Yes sir! Goeie fase van Leiden. Hoe pijn hoor dit bij Limburg. Wat gelukjes ook voor Leiden. Tot 2 keer toe de ring niet geraakt. De schotklok bijna afgelopen. En dat geeft het publiek hier zeker buiten uw beeld alle kans tot juichen. En Husselplay, dat ziet Leidse publiek heel graag. Collins net niet. Ook Rutherford op de vloer. 7 seconden nog. En alsnog een steal. Een halve steal. Assist. And one. Woe.
Die speler van, Limburg United maakt er wel aardige snoepduik om Collins nog van die bal af te houden. Nou, het was geen endwan, dat was mis. En de vrije worp van de Lalieu gaat er ook niet in. De tweede wel, dat is uiteindelijk één punt aan deze aanval. Derde punt voor Delalieu. In principe krijgt Limburg straks nog een keertje de bal terug. Hij heeft geen time-outs meer, mochten ze daar wat mee willen doen. Leiden nog wel. Hij heeft er nog eentje. Iets te kort van Bouwknecht, geen rebound. Ja, bijna gelijk tussen de wedstrijdklok en de schotklok. Kijken wat Stijn uit de hoge hoed gaat toveren. Melkt in ieder geval goed die 24 seconden uit. Nou, gaat het nu alleen doen? Dat zou opmerkelijk zijn. Heel veel dribbles, maar toch een paas van de Zeeuw. Die kan dat. Maar schiet over de ring heen. En dat is het einde van de eerste helft. Martin, en met een goed slotstuk van Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, van 28, we stonden geloof ik 28, 9, 28, 30 achter. Komt er toch een 9-0 run. En dan sta je 37-31 voor met rust. 6 punten voor. Nou ja, dat had slechter gekund. Maar dit is al wel prettig. Ja. En ik zal nog even kijken voor Donar. Die staan 9 punten voor en daar is nog 1 kwart te spelen. Tegen Spirou Basket. Dus dat zou daar in de Martini Plaza op zich moeten lukken. Mooi zo meteen. We gaan naar onze pauze sponsoren, de commercials. En daarna krijgt u alle hoogtepunten te zien van de eerste helft. En wij zijn over een minuutje of 10 weer terug. Het is hier in de 5 Meihal warm. En het is hier sfeervol zoals altijd. En Leiden staat voor met 6 punten tegen Limburg. Tot straks. Zijn Zorg en Zekerheid. Al bijna 200 jaar zijn wij de regionale zorgverzekeraar. En doordat we jouw buurt zo goed kennen, krijgen we meer voor jou gedaan. Zoals succesvolle wachtlijstbemiddeling, waardoor je gemiddeld 2 maanden eerder terecht kunt bij een specialist. Of meer bewegingsvrijheid en sneller weer op de been via een app waarmee je werkt aan je herstel. En het zorgprogramma Orthopedie, waarin huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten uit jouw buurt samenwerken voor betere zorg. Ook maken we met ziekenhuizen in jouw regio afspraken, zodat er ruimte is voor innovatie. Want wij zijn Zorg en Zekerheid, de zorgverzekeraar uit de buurt, voor de buurt. Beschikt over een zaagafdeling met maar liefst 7 zaagmachines van Danobat en Bomar. Deze machines staan klaar om uw opdrachten snel te voorzien van kwaliteitszaagwerk. De zaagmachines zijn zowel geschikt voor enkele stuks als seriezaagwerk.
Zaagwerk is mogelijk van materiaal tot en met 1100 mm en inzetbaar voor ronde buizen, hoekprofielen, kokerprofielen en lastfittingen zoals T-stukken. Daarnaast is onderverstek zagen mogelijk tot en met 18 inch. Ons specialisme is het zagen van grote diameters en machinebuizen. De zaagafdeling wordt bevoorraad vanuit het automatische langgoedopslagsysteem van Remmert met 283 locaties. Grote diameters liggen in separate locaties. Alle afmetingen zijn uit voorraad snel leverbaar. Heeft u behoefte aan zaagwerk op maat? Onze specialisten staan voor u klaar en komen graag met u in contact.
Ja, jongens en meisjes, dames en heren, daar gaan we zo direct beginnen aan de tweede helft. Arie schrikt zich een nepblazers, nu ik het zeg. Maar het is terecht zo. 37-31 staat het voor Zorg en Zekerheid Leiden. En ik heb de statistieken hier nu voor mijn neus liggen. Leiden schiet een iets beter percentage. Schiet ook meer driepunters raak. Vrije worpen zijn wat meer voor Oostende, voor Limburg United. En wat wel opvallend is, is het goede aanvallende reboundwerk van beide ploegen. Leiden heeft er 6, waarvan 4 voor Ruddevoort. En Limburg United heeft 8 aanvallende rebounds. En die zullen ongetwijfeld met second chance points. Nou, daar halen ze wel 2 punten uit. Leiden haalt er nog 8 uit. Dus points of turnover. Leiden 10, Limburg United 4. Nou, dan even de scorers. Hammond, de topscorer bij Leiden met 9 punten. Luc van Bree met 2 driepunters naar 6. Ruddevoort 6. David Collins 4. Erik Lasvenskes 4. Maarten Bouknecht 3. Hij heeft wel 5 assists van achter zijn naam. Stan van Nijlsen 3. En Roland Schaffner 2. Marijn Verver staat nog blanco. En bij Limburg United, Leander de Droog 12 punten. Stijn 4. Delalieu 3. Keel 2. Desigon 2. En Leemans 2. Nog geen scores voor Le Suisse, voor De Zeeuw en voor Hemmens. Nou, in Groningen is het inmiddels wel een beetje duidelijk wat daar gaat gebeuren. Daar is nog 4 minuten te spelen. Het staat 60-46 voor Donar. Die gaan dus de 5e wedstrijd van de 7 in de Elite Gold winnen. En komen nu in ieder geval naast Heroes Den Bosch te staan. Alleen het onderling resultaat is er wel voor Den Bosch. Die verloor in de reguliere competitie. Daar staat de Domestic League, zo je wil, geen keer. Dan hebben we natuurlijk nog wat andere potjes. Basketball Academie Limburg gaat met een 31-28 voorsprong de rust in tegen Belgiës Mons Haino. En daar zal Leuvenbeers met genoegen naar zitten te kijken. Want die staan natuurlijk in de race met Limburg, met Belgiës Mons Haino voor de plaatsen 6 in de play-off. En Leuven heeft het onderling resultaat al. En zou door deze zegen 1 punt los komen te staan. Aalst zit er ook nog in het vinkertouw. Maar die staan in de tweede helft, zijn ze slecht begonnen. Want Den Helder begint met een 9-0 run. En pakt een 44-41 voorsprong tegen Okapi Aalst. Dus dan zou Leuven Beers ook daar niet ontevreden over hoeven zijn. Dus dat zijn een beetje de wedstrijden. Dus ja. Heroes Den Bosch niet blij, denk ik. Leuke round-up, Martin. Al die actie in de B-Next League. Zowel in de gold als de silver. Ja, Leuven dat helaas verder moet zonder Mohamed Kerazi. Die daar weer aansloot. Een aantal wedstrijden heeft gespeeld. Hij heeft nog een paar wedstrijden gespeeld? Ja. Oké. Ja. Ik heb dat niet meer nagezocht. Er zijn in ieder geval actiefoto's van hem. Dus dat betekent dat hij ook echt in wedstrijden in actie is gekomen. Ja, klopt. Heb ik ook gezien. Zijn vorige periode was een stukje gelukkiger in België. Mechelen onder andere, zat hij, dacht ik. Voordat hij naar Nederland terugkeerde wel, ja. Hij speelde onder Paul van Vaak. Ja. Bij Kangaroos Basket. Yes, sir. Ja. Alright, ja. Martin Leiden plus 6. Geen hele hoog score in de wedstrijd. Zeker die 31 puntjes van Limburg is natuurlijk wat mager. Zullen denk ik wat meer gas willen geven. Ja, wie moet dat dan gaan doen in die tweede helft? Ja, ik kan natuurlijk opeens een speler hot worden. Maar we zeiden het al eerder, de punten, het is een beetje scharrelen en schrapen wel aan beide kanten. De Droge springt eruit met die 12 voor Limburg en Leiden. Hammond niet super dominant. Leiden ook nog niemand in de dubbele cijfers, maar dus wel 6 punten voor. Er komen wat puntjes van Collins, van Bouknecht, van Hammond dus. Van de Elzen Schaftenaar, van Bree met 2 driepunters. Wenskoes en Ruddevoort, die ik toch echt wel weer erg nuttig vind. Spelen moet wel veel werk verzetten, Ruddevoort. En zeker als de Schaftenaar niet al te veel minuten kan maken. En dan speelt Van Bree wel eens stiekem een beetje op de 5. Maar ja, dat geeft wel een beetje te denken. Hoe fit kan straks Ruddevoort de play-offs in? Het zal toch echt zaak zijn dat, zeker als je zijn spelstijl ziet. Hij start trouwens, nee, start wel. Ja, om hem misschien toch wat rust te geven op een gegeven moment. Maar ja, de wedstrijden moeten ook gewonnen worden. En, ja, een beetje cheap verhaal, maar een beetje met die forearm checking. Luc Van Bree, dat is zijn tweede fout. Zie ik dat goed? Nee, de eerste was. Ja, de eerste.
Ja, foutenlast is nog niemand. Nee. Nee, gelukkig niemand met meer dan twee aan beide kanten. Acht seconden. Ja, afgedrukt door Stijn. En die vliegt daar heerlijk in. Ja. Is opeens natuurlijk die voorsprong van Leiden gehalveerd. Daar was die 0 punten. Een lastige fase, zit eigenlijk al wekenlang. Maakt wel zijn minuten. Speelt ook zeker niet per se heel slecht vandaag. Maar het is toch gebouwd. Krijgt meestal die het gif brengt op die pointpositie. Daar werd de bal aangeraakt. En wat wordt er dan gekocht? Ja, de Hooper. Kwam weer neer met de bal, Collins. Loopovertreding. Ja. En Leiden moet meteen bij de les zijn, zou je toch zo zeggen. Publiek ook. Maar sommigen staan hier nog even in de rij voor een drankje. Het is hartstikke druk. Dus ook het publiek moet nog even erop inschakelen dat we weer begonnen zijn. Captain Leemans kreeg nog een kleine vermaning. Ja, laatste tegen Charleroi in het weekend toe kwam. Er is echt een hele grote bus mee met supporters, met heel veel trommels. Er is wel een clubje meegereisd met Limburg. Dat is ook een aardig eentje rijden natuurlijk. Maar er zijn nog niet zo volkauw aanwezig als de laatste onze gasten uit Charleroi. Ik denk dat er een mannetje of 20 zo op de tribunes hier zit in het vak van Limburg United. Die zitten onder de basket waar Leiden nu naartoe speelt. Aandachtig te kijken, dat wel. Jumbal, Leidenbal. Er wordt nu wel meteen gedweld. Zo, de organist speelt zich ook warm voor de tweede helft. Kijk of Leiden tot een eerste score kan komen. In ieder geval in de post. Wel op het balletje gaat er redelijk rond. Kan niet doorzetten. 7 seconden. Dan moet Collins wat doen, denk ik. Oh, verdribbelt zich. Matig. Slecht beginnen. Een goede stiel van Vermerstad weer wel. Gaat hij omhoog? Nee, geen ruimte. Wordt dit een drietje? No basket voor Hammond. Het was lekker geweest natuurlijk. Maar de start is duidelijk voor Limburg. Er zit nog een leidshandje tussen. Bal. Zelfs naar Leiden. Ik vind Collins slechte wedstrijd spelen. Veel acties lukken niet. Ik heb me wel eens beter zien spelen, laat ik het zo zeggen. Ja, het is wel een aanwinst, toch wel gebleken. Ten opzichte van Wesley Elsiker. Leiden heeft hem laten gaan. Dat was meer een 3. Collins is misschien meer een 2. Hoewel hij nu wel op de 3 moet spelen. Deze toch vrij kleine line-up van Leiden. En weer een turnover. Slecht begin hoor, van de tweede helft. Zeker van Leiden. Nog niet tot een fatsoenlijk schot gekomen. Ja, in die ene 3-punter poging. Een goede fake. Lekker gedaan. Naar de ring gegaan. En dan geblokt door Rutherford. Maar de bal gehouden. Gemist. Dat waren acties van Lambeau. Als ik dat goed zie. Ik zie die nummers zo slecht te zien, Martin. Was het De La Jeu? Ja, het is De La Jeu het was. Beroerd te lezen door de manier waarop die cijfers in dat blauwe vlak zijn gedrukt. Hoe dan ook. De bal blijft bij Limburg. Keel die ook nog niet zoveel laat zien. Er komt nu wel bij de ring. Zitten veel armen tussen. Te hard. Niet best hoor. Komt niet gerebound door Leiden. Dan veel contact. Van Loesbol Foul gaat naar... Ploeg uit Hasselt. Mag Leiden ook niet mopperen hoor. Hadden die rebound eigenlijk gewoon moeten pakken. Ja, staan er niet goed te rebounden nog. Maar toch een scoretje zou nu wel fijn zijn. Na een minuut of 3. Even over wat voor type speler Collins is. David Collins, die dus later bij Leiden kwam. Zo, wat was het? Januari, denk ik, hè? Die kon toch altijd wel aardig bij de ring weten komen. Kijken of hij nu wat kan doen. Keel is ook niet... Weer zo'n ongelukkige paas. Misselijk, maar het moeilijk. Zit heel veel benen tussen. Hele lage paas. Gewoon nog een... ver gezocht om op die manier te proberen Luc van Breeën te bereiken. Ene turnover naar de andere. Hier voor Leiden. Staan nog wel voor. 4 turnovers of zo voor Collins al ondertussen. Collins die wel, dat vind ik wel aardig wat hij doet als hij in ieder geval in de aanval. Ja, daar gaat dan veel contact ook. Scheidsrechters hebben tot nu toe besloten om niet te veel te fluiten als het kan. Toch lopen. Sportieve fout. Ik wou zeggen, het
Ik denk dat de bank van Mechelen, want het zat op het randje van lopen wat Hammond daar deed. Maar vastgehouden door nummer 16, dat is Leemans. Ja, dat betekent dan ook meteen dat je er niet nog een T of een U bij moet maken. Anders dan vlieg je er strakjes uit. En Hammond, Dion Hammond gaat twee maal nemen. Je hebt er ook al last van dat je Mechelen zegt, hè? Ja, dat is Mechelen Limburg. Ja, ja, nou, ik heb dat ook van, hoor, maar het is Limburg United natuurlijk. Je hebt een soort outfit. Je hebt hem gelijk, Martin, excuus mensen daar in Hasselt. Balletjes raakt. De eerste voor Hammond. Krijgt er natuurlijk nog eentje. Leiden krijgt het balbezit. Dat is ook de eerste speler van Leiden in de dubbele cijfers. Hammond nu met 10. Het enige wat goed is van deze start van Leiden is dat Limburg ook niet veel heeft gescoord. Wel 1-3'tje, maar dat was het dan ook in die 3 minuten. Die bal is ook goed voor Hammond. Ja. Moet meer en meer, als ik zo naar dat staartje van hem kijk, denken aan Jesse Voren. Die ook nog bij Leiden gespeeld heeft. Ook bij Donar gespeeld heeft, bij Den Bosch gespeeld heeft. Die onlangs officieel bekend maakte te gaan stoppen. En nog 3-3 ook succesvol geweest. De man uit Amsterdam hier, Collins. Ja, nu toch een mismatch. Speelt tegen een veel langere 3. 2 seconden. Veel contact. Oh, was het op tijd of niet? Ja, geen protesten, geen protesten. Ik geloof niet dat die bal van de ring afkwam. Het was op het randje, hoor. Maar ja, gevoelens fressen voor Leiden. Een beetje een Hail Mary balletje. Wat in de lucht de goede kant op werd gestuurd. Ik neem aan, Martin, dat het Ruddervoort was. Klopt dat? Ja, of Van Bree. Was Van Bree. Een van de twee inderdaad. Gaat nu ook twijfelen. Van Bree was het. Staat namelijk op 8 punten. Terwijl hij er net nog 6 had. Ja. Ja. Nou, is na Hammond met 11 is Van Brede toch de tweede scorer bij Leiden. Dat pakt daar de stiel. Slechte paas van Limburg. Hier Hammond zet de raketten aan. Wil veel en veel te veel. En dan even duwen en trekken. Hammond is boos, maar die verspeelt daar zomaar de bal. Hammond oppassen. Wordt dat een technische fout? Wordt hier ook iets naar beneden gegooid vanaf de tribune. Dat blijft van binnen de tribune. Even kijken hoor, wat de call gaat worden. Ja, weer overleg tot tussen de scheidsrechters. Ik kan je vertellen, in de oefenwedstrijd tegen Limburg United had Hammond in de eerste helft ruzie met de speler van Limburg United. En toen werd hij naar de kleedkamer gestuurd. Mocht hij niet meer meespelen van de scheidsrechters dan wel de coaches. Dit keer wordt het beperkt tot een technische fout. Maar er was een overreactie van Hammond die daar gewoon ook met een veel te woeste actie tegen 3 man ging dribbelen en de bal totaal onnodig verspeelde. En nu weer eigenlijk een onnodige technische foutje. Speelde toch in een aardige flow met die plus 7. En dan kan in ieder geval 1 puntje worden teruggehaald door Delalieu. Die buiten uw beeld op de vrije worplijn staat en hem erin gooit. Het is maar 1 vrije worp, dus dat scheelt. En de balbezit was toch al voor Limburg United. De bal ging erin van plus 6. Van plus 7 naar plus 6. Ja, door die turnover natuurlijk ook van Hammond. Bal bij de Limburgers. Ah, goed wel aardig gedaan door Vermes. Maar ja, dan drie keer gebounced. En ja, dan snap ik niet waarom je hiervan baalt. Ja, misschien dat je eerst 2 keer dan mag en dan de 3e keer niet. Maar het is ook een optelsom. Nou weet hij zijn fout aardig te beperken, Vermes. Maar ja, hij bumpt gewoon de hele tijd. Op een gegeven moment is dat gewoon een fout. Ik snap niet zo goed waarom hij dat niet snapt. En je kan er ook voor kiezen om die fout gewoon te maken. Je haalt ook natuurlijk daarmee Limburg uit het ritme. Ja, als je Steinberg mee uit het ritme haalt, dan staat er goed, denk ik. Ja, die staat. Ja, als dat begint een beetje te draaien bij hem, bij deze man. Hij staat op 7 punten. Ja, dit zal erin moeten. Oeh, valt niet. De tip in is wel goed. Weer een aanvalsrebound, hè? Ja, het is Leemans. Die zijn 4e punt maakt. Nou, nu zie je gewoon dat Leiden wat lengte tekort komt. Zo, ja, je kan ook, het is niet zo waarschijnlijk om Enschaftenaar en natuurlijk Hammond of Ruddervoort erin te zetten. 3'tje valt die keer niet voor Van Bree. Rebound. Ja, jammer. Ruddervoort kan hem net niet controleren. Weer die bal zo laag inderdaad. En dan is het lastig tussen al die grijpgrake Belgische handjes. Kijken of Leiden een stop kan maken, want ze zijn iets aan het teruglopen. Dit is een mooi balletje, maar had er denk ik wat meer naar de ring kunnen gaan. Die fadeaway is altijd moeilijk, maar wel een aanvallende rebound. Nee. Er wordt om review gevraagd volgens mij, want een rebound gaat niet naar Limburg, maar naar Leiden. Ja, wordt toch naar de replay gekeken blijkbaar.
Ja, de replay. Gisteren ook bij Den Bosch veel te veel naar die camera's, naar die replay systeem. Het valt vandaag wel mee. Er is wel wat veel overleg, vind ik, tussen de scheidsrechters, wat redelijk lang duurt. Maar... Het is pas de eerste review die we krijgen, maar dat neemt niet weg dat ik het een storende uitvinding vind. In de NBA kan je ook niet alles replayen, review. Ik vind dat het in de laatste 2 minuten moet kunnen. Want daar gaat het erom, maar halverwege het derde kwart vind ik het onzin. En ik weet ook niet wat de regel is. Als je nou je review, is het net als bij hockey dat als je die gelijk hebt, dat je dan een behoudt? We moeten dat een keer uitzoeken, Martin. Je hebt aan de ene kant de challenge, inderdaad. Ja, bij mijn weten heb je er gewoon maar eentje van. En that's it. Ja, dit was een challenge. Ongeacht wat de uitkomst is. Ja. Ja, dus, maar we moeten dat nog even goed uitzoeken. Het is uiteraard wel een en ander van op papier gezet door de B-Next League. Ja, ik vraag het gewoon de volgende keer aan de scheidsrechters als ze hier even aan de koffie zitten. Hoe die regel is. Het aardige is in ieder geval de beelden die je ook ziet, die zien zij ook. En die kunnen ze dan op een tablet terug spoelen. En nog eens even goed kijken of het uitsluitsel geeft of niet. Want dat is ook niet altijd even makkelijk. Nou, naar de bal. Van de Helzen erin voor Hammond. Ja, dat haalt het natuurlijk een beetje de vaart uit de wedstrijd. Dat soort zaken. Tot nu toe een bewogen kwart met die technische fout zojuist voor Hammond. Een sportieve fout die we zagen voor Limburg. Kijken of er ook nog gebasketbald gaat worden. Hier is Collins met wat contact. Groot is hij niet. Weet dat redelijk te doen. Maar krijgt denk ik nu zelf de fout omdat hij te fel erin gaat. Leiden zat aan het forceren. Collins en Hammond allebei. En de gameplan begint aardig uit te pakken voor Limburg wat ze in de rust hebben besproken. Ja, we zeiden het al, Martin, maar dat geldt eigenlijk voor beide ploegen. Ja, het is sprokkelen voor de puntjes. Bijna nog niet gescoord in deze 5 minuten. Leiden heeft volgens mij 4 punten en Limburg heeft er 6. Dus dat zijn 10 punten samen in 5 minuten. Ja, dan, als het een hele wedstrijd zo doorgaat, dan eindig je op 40-40. Dat is niet veel. Hier een charge goed gepakt door Collins. De Swiss gaat op de bon. Die heeft meer fouten dan punten. Namelijk 2 fouten en 0 punten. Ja, ik zou er toch voor een keer weer voor willen pleiten. Om dan toch een keer Bouknecht en Verver samen in het veld te zetten. Als je Amerikanen in de persoon van Collins niet thuis geeft. Dan zou je zien, dan gooi je de 3 punten erin. Nee, ook niet. Een beetje, ja, en dan nu een fout. Ja, en dat Leiden zat in de penalty. Dus ja, het is gokken wat hij doet, Martins. Hij geeft nu gewoon 2 punten weg. En bijna toch uit frustratie, omdat je dan die vrije worp, of die 3 punten mist. Die 3 punten was ook een beetje zo geschoten van, weet je wat, ik keil hem gewoon meteen naar de ring. Ik denk dat hij er ook uit gaat, Collins. Bouknecht gaat erin komen. Collins zijn wat verongelijkte lichaamstaal. Kijkt een beetje om zich heen. Kijkt een beetje naar de scheidsrechter. Die moet het blijkbaar enigszins ontgelden. Ik denk dat Martin wel een punt heeft om eens te zeggen van even een ander beeld op het veld. Even andere energie ook. En dan komt het allemaal wel goed. Maar zoals gezegd, Leiden in de penalty. Betekent 2 shots voor Le Suisse, inderdaad. Ja. Mooi te zien vanuit deze hoek dat die bal niet helemaal lekker richting de ring vloog. Even kijken of hij het vizier nu goed heeft staan. Weer niet. En daar komt Leiden redelijk goed weg met die wat onbesuisde fout van Collins, die dus eigenlijk niet wordt afgestraft. Ja, Bouknecht, over wie we het net hadden, die eigenlijk altijd wel wat gif brengt en wat vuur en wat acties. Nou, weer zo'n moeilijke paas geprobeerd inside, zo'n bounce paas ook in dit geval. Maar er zat in ieder geval een voetje tussen, waardoor de schotklok, neem ik aan, terug naar 14 gaat. Dat is nu gebeurd. Ja, het ziet er niet uit wat Leiden doet. Maar stel dat Leiden nu gewoon wel scoort, dan is het nog steeds die marge van 6 die je bij rust ook had. Ja, absoluut, Martin. Dat is dan het goede. We hadden het al eerder over de team defense van Leiden wel in orde is. Soms wordt het zelfs 7. Nee, Bouknecht nog niet helemaal hot. Met veel contact komt daar van breed bijna nog met die bal, maar niet helemaal. Ja, beide ploegen zijn eigenlijk onmachtig. Niet alleen Leiden, maar in zekere zin toch ook wel Limburg die het ook niet echt hebben.
hard voor moeten werken. Een haakworpje, een beetje haastig genomen. Dan is een losse rebound. Die belandt niet bij Van Breem, maar wel bij Ververs. Moet getwijfeld worden daar in het achterveld. Dat gebeurt ook buiten uw beeld. Ja, weer wat zo'n hele slechte, lage, domme paas. En dan heeft Leiden weer geluk omdat er nog getwijfeld werd. Waardoor die fast break wordt afgefloten. Vanwege gevaar, vanwege twijfels op het veld, vanwege zweet op het veld. Maar een onmogelijke paas op de enkels van Rutherford. Wat totaal niet zijn game is, maar wat je sowieso niet kan en moet doen. Ja, en zeg maar zo gewoon, is het weer een turnover. Zeg maar gewoon op je Achillespees gepaast of zo. Dat is helemaal achter hem. Het is niet te geloven dit. Het is even aan beide kanten weer het kompas de goede kant op zetten. Even dat we weer aan het basketballen zijn. Want, ja, we hebben 10 punten in meer dan 6 minuten al. Dat schiet lekker op. Een gevecht is het wel. En als het niveau lastig blijft, dan is de kans ook groot dat het spannend blijft. En dat is dan weer wat we graag zien natuurlijk. De Zeeuwen ook inmiddels ingekomen, die ook nog niet indruk kon maken in de eerste helft. Hij natuurlijk een enorme routine heeft. Nou, 3 seconden nog, dan moet er geschoten worden. Die bal, het afvalschot van Limburg hebben ze in België gelaten voor een belangrijk deel. Hier Rutherford. Fenskoes ook erin. Balletje gaat wel wat meer op, maar nog allemaal heel ver van de basket. Kost ook veel tijd. Maar in ieder geval acties van verschillende spelers. Nu staat iedereen stil. Moet Bouwknecht het zelf doen. Of een heel Mary van Fenskoes. Oeh, bijna, maar het is niet helemaal. Weer geen goede aanval. Weer geen scoren. Weer veel te veel dribbel. Gaat er nog gescoord worden dit kwart, wordt zo'n beetje de vraag. Martin is dan al een hele tijd op deze stand. Ah, macramé noemt Mats Meets dit. Het lijkt ook helemaal nergens op die dribbel. Het is ook niet het schot wat je wil. Het is ook niet de situatie die je wil. Op geen enkele plaats, op geen enkele manier werd er blijkbaar iemand vrij te komen om er wat van te maken. Of om bijvoorbeeld een fout te trekken. Leiden is toch in de penalty. Maar Limburg werd ook op zo'n moment niet bij de ring te komen. Nog 8 seconden. Bouwknecht gaat het denk ik zelf doen. Je denkt van het loopt voor geen kant. Ja, dat is lekker. Dat is heel goed gespeeld. Ja, en dan lukt er eigenlijk weinig en de schotklok ging af. Maar de bal goed levend gehouden door Rutherford, maar vergeefs. Ja, dan moet er toch iemand een keer gaan scoren. Dan zal het toch wel een keertje Limburg worden, zou je zeggen. We houden het ook ver van de basket. Ja, Rutherford houdt het daar goed dicht. Goed gedaan, goede stiel van Rutherford. Daar kwam Sijsens niet aan de bal. Als ik dat goed zag, het is echt onmogelijk, die rugnummers. In ieder geval gestaan als je voor Leiden bent. Hier Bouwknecht. En ja, knietje erin gezet. Ja. Ja, inderdaad, Martin. Dit wordt de 4e voor Limburg. Die zijn eigenlijk dus vanaf nu, als de bal weer in het spel is, in de penalty. Gaan ook doorwisselen. We hebben nog gewoon 1 minuut 25, zeg 1,5 minuut te gaan. Staan nog steeds in dit kwart 4-6. Ja, daar komt Schaftenaar. Die in ieder geval een score liet zien. In dat tweede kwart, denk ik, dat we hem zagen. Kon dus weer wat minuutjes maken. En daar was het misschien ook wel het idee om te passen van de Elzen. Gelukkig nog aangeraakt, maar die ging eigenlijk blind de bucket in. Maar het kan zijn dat hij Schaftenaar had willen bereiken. Lukt hem niet. Bal blijft bij Leiden. Dat denk ik wel, ja. Er zat in ieder geval wel een idee achter. En nog 9 seconden op de schotklok. Ja, moeilijk hoor. Moeilijk. Hij had voor mijn idee gewoon kunnen doordribbelen naar de ring. Deed hij niet, Schaftenaar. Dat is ook niet echt zijn game. Wil dan toch het liefst altijd een hoekschotje nemen. En dit is dan een fout. Maar dat leek me toch wel contact van iemand van Leiden. Fenskoes begrijpt het echt hem niet. En two shot. Dat zal dan toch de band moeten breken. We zagen Limburg zo net al 2 vrije worpen missen. Is dat weer Le Suisse die naar de lijn moet? Ja, denk het wel, Martin. Nou, die kan zich gaan revancheren. Dat doet hij. Zijn eerste punt ook van de avond. Ververs nog steeds op 0 bij Leiden. Kruithof nog niet gezien. Ik wil niet zeggen dat dat nou de oplossing is. Maar ik weet niet of die gewoon inzetbaar is. Hij zit wel gewoon op de bank in ieder geval. Maar er is ook niet helemaal een pijl op te trekken de minuten die Kruithof krijgt. Soms zijn het de 30, soms zijn het de 20, soms zijn het de 10 en soms zijn het de 0. Dat heeft ook wel een beetje met de bezetting te maken. Hier in ieder geval Schaftenaar had daar wel een mismatch. Ging niet door en dan lopen denk ik. Ja,
Ja, ik heb geen idee waar Ververs heen wil, maar ook weinig actie bij Schaftenaar die daar toch in de paint een balletje kreeg. En Leiden blijft dus hangen dit kwart op, moet ik het goed zeggen, op 4 punten. 4 punten, Martin, in 9 minuten. En het waren wel 2 field goals, als ik me niet vergis. Ik denk niet, Leiden heeft misschien ook geen vrijworpen gehad. Dus ja, eens kijken of dat toch nog wat bij kan komen. En vreemd genoeg, we zeiden het al eerder, loopt Limburg, ondanks die 4 schamele Leidse punten, er maar 3 in tot nu toe. We hebben natuurlijk hier nog een kans. En daarna hebben ze nog een keer een kans in principe. Swiss. Ja, goed naar de hoek doorgepast. Duurde wel lang voor Kale, die goed contested werd. Dat afstandsschot, dat heeft helemaal geen zin bij Limburg. Daar valt helemaal niks van. Kale op 1 schamele score. 2 punten namelijk. Dat lijkt me ook niet helemaal de reden waarom je een Amerikaan haalt. En Bouwknecht gaat zoveel mogelijk afsnoepen van die nog 7 seconden. Lichte mismatch. Ja, en ja, bal kwijtraken. En aan de andere kant ook de bal kwijtraken, denk ik. En zo is de bal toch weer terug bij Leiden. Dat was een enorme mismatch tegen was dat de Zeeuw van de Bouwknecht. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet naar de ring dribbelen. Want daar word je dan gewoon gestuurd. Dan moet je iets van een pull-up verzinnen. Het is allemaal zo makkelijk gezegd, dat weet ik. Maar hoe dan ook, Leiden toch nog met een kans om iets te doen. Limburg mag geen pijn maken, zit in de penalty. Verre bal, verre bal. Ja, Martin, dat moet toch eens opgezocht worden, denk ik. In een van de dikke boeken, misschien wel van onze grote vriend Jacob Bergsma. 4 punten in een kwart in een thuiswedstrijd, dat gebeurt Leiden niet vaak. Nee, ik denk dat het wel een keer gebeurd is. Ja, denk ik ook wel. Maar het ziet er ook totaal niet uit. Dus er is geen enkele logica in de aanval. Er wordt maar wat gedribbeld van links naar rechts. Een screen en dan bla bla bla. We gaan naar onze sponsoren. Ja, we gaan zo niet aan het laatste kwart beginnen. Ik hoop dat Leiden iets meer dan 4 punten gaat maken. Even eindstandje. Donar Spirou Basket, 69-55. Met een toch een hoofdrol voor Branch. 14 punten, 10 rebounds, 4 assists. Mooie cijfers. Den Helder Sun staat 6 punten voor met nog 5 minuten te gaan tegen OKP Aalst. En Bal staat 12 punten voor tegen Belfius Mons Haino. In het vierde kwart. En die zijn het vierde kwart met een 11-1 run begonnen. Dus als Leiden ook nog even zijn best doet, zou het zomaar kunnen zijn dat er vandaag, vanavond 4 van de 4 ploegen, Nederlandse ploegen winnen. Apollo natuurlijk niet vanmiddag, maar dat, daarom zeg ik ook specifiek vanavond. Maar ja, Leiden moet nog wel wat doen. We zijn weer begonnen. Ja, 3 punten de marge. Nog steeds voor de van Zorgen Zeker het Leiden. Dus heel, ook zo'n lage paas die ook niet lukt. Je laat de schouders hangen. Maxim, grote man met nummer 14. Ja, Martin. Nou, de vraag is wie gaat er bij Leiden scoren? Ja, wat puntje van de stoel afronding van deze wedstrijd. Maar dit duurt zo lang. Ja, dit duurt 12 seconden. En dan hebben we een van de bal weer Schaftenaar. En ja, weer een turnover natuurlijk. Gooi die bal maar gewoon ergens naartoe. En dan hoop je maar dat er iemand loopt. Grondgevecht, Ippon, Wazari of Nkoka. Een sprongbal in ieder geval. Een bal voor Leiden. Ja, Martin weet dat altijd meteen uit zijn hoofd. Wie dan de bal krijgt, dank je Martin.
Mannetje down voorlopig. De droogte die we nog niet gezien hebben in de tweede helft. Maar ja, wie hebben we wel gezien in de tweede helft, zou je kunnen zeggen? Helemaal niemand. Maar twee deksels op die ringen. Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het schot valt bij de kanten natuurlijk niet. Maar zeker ook bij Limburg valt het op. Dat zeker het afstandsschot totaal afwezig is. Dat zul je natuurlijk net zien. Terwijl daar Kruithof opeens is. Nu in het vierde kwart. Ja. Het derde kwart zat hij er al in op het laatst. Sorry. Ja, nou, dan was ik daar toch niet helemaal voor niks over begonnen. Hammond kon maar die bal niet echt krijgen. Want die viel. Half. Dat is nu wel gelukt. Waarom neem je hem niet? Alsnog, hè, met mooie techniek en een opluchting op de bank bij Leiden, op de tribunes bij Leiden. We hebben weer die 6 punten te pakken die we bij de rust ook hadden. En op 15 zien we Hammond in actie bij de Withemden, die hem nog maar weer eens een keer weggooien. Ja. Hij verloopt dat ze allebei niet willen winnen. Deze jongen helemaal uit zijn panty na deze miss turnover. Ja, de Giron die ook nog eens 2 punten achter zijn naam heeft staan. Is toch meer in staat. Hier de Leidse Hammond. Hij gaat op. Met die opvallende schoenen. Die, dat is een soort onderhandse frommelpaas. Veel te laag. Dat rook naar lopen. In ieder geval 2 shots voor Keel strakjes. Ik snap niet wat die Kruithof daar bezielt dan om te gaan dribbelen. En dan zo'n waardeloze paas te geven. Hou hem dan gewoon in je handen. Hou hem ook hoog. Gewoon. Waarom al die, er zijn heel veel paasen. Ook een beetje uit de pick and roll. Dan is het vaak wel een klein bounce paasje of zo. Maar op de een of andere manier. Het is misschien ook heel goed gescout. Overigens aan beide kanten. Want ze zitten allebei steeds tussen. Maar komt gewoon totaal niet uit de verf momenteel. En Keel ook niet. Het is ook geen denderende speler, geloof ik. Nou, staat in ieder geval op die 2 punten. Kan er 3 van gaan maken. Hammond naar 14 gegaan ondertussen bij Leiden. De droog al een hele tijd 12. Dus staat ook droog al een tijd, wat je zou kunnen zeggen. Dan bal. Nou, voor mij alles in de eerste helft, die 12 punten. Nou, toen op een hele lekkere dunk en meteen die 3 punten uit de hoek erachteraan. Er komt geen ruimte daar. Als bal krijgt wel op aan het loeren. Mannetje down. Dan toch Hammond weer gezocht. Die zojuist die jumper wist te scoren met die prachtige techniek die hij heeft. Nu geen ruimte, maar dit moet Schafterna wel kunnen. Kan hij momenteel niet. Meeswaait met 2 mannen op de grond. 4-4. Dus Schafterna zijn schot ook helemaal niet. Ja, nou, hij heeft wel het jumpertje op zich. Maar inderdaad, het liefste opereert hij in de paint. Bijna misverstand. Ging nog net goed. Wat wel fel gestreden. Dat moet voor beide teams gezegd worden. Nou, ruimte, geforceerd schot, verre 2 punten denk ik, valt ook niet. Een beetje zonder beleid en niemand die dan bij Limburg zegt, jongens laten we eens even als team spelen. Daar krijg je natuurlijk ook een beetje de hero ball tendensen van het loopt niet, dus dan zal ik het wel even doen. Nou, hopelijk gaat Leiden dat niet doen. Bijna lopen, maar goed gekeken door Bouwknecht. Open 3 punten is goed van Erikas Penskus. En daarna, de punten zijn duur deze wedstrijd, Martin. En dan is zo'n kloofje van 8. Dat is een kloof als er zo weinig gescoord wordt. 8 punten. Je bent bijna niet te verstaan door die herrie in deze zaal. Snap ik, Martin. En die herrie wordt alleen maar meer doordat Tetsini dus nu ballen van Zorg en Zekerheid gaan uitdelen. Altijd leuk om te zien. Wij gaan denk ik nog even toch wat replays erbij pakken. Dit is wel de grootste voorsprong van Leiden in de wedstrijd, hè? 8 punten. Ze hebben 7 punten gehad met 37-30. En daarna was het dus een beetje steeds 6-4-3, omdat Leiden niet scoorde. En nu scoren ze toch wel weer een paar punten. Ja, een paar 3 puntjes. Ja, onze replaymachine heeft wel eens soepeler gelopen dan vandaag. Onze excuses daarvoor. We hebben al wat leuke acties vanaf de baselines. Vanavond, laat en morgen in onze samenvatting dan alles op en top vloeiend natuurlijk terug te zien. Maar inderdaad, Martin zei het al, Leiden wist toch wat de jumpers erin te gooien. De laatste 3 punten van Venskoes onder andere. En als je kijkt naar het wedstrijdbeeld, ja, het is van beide kanten moeizaam. Maar ja, het zou niet onverdiend zijn als Leiden wint. Dat dan ook weer niet. Ze zijn niet echt iets aan het stelen nu, want het is nou ook weer niet dat de vonken er afvliegen bij Limburg. Nee, die spelen ook niet echt denderend. Het is eigenlijk, laten we zeggen, je hoopt dat het een leuke, spannende wedstrijd wordt. Dat het een beetje goed basketbal wordt.
Nou, Martijn, goed gedaan door Leiden op de baseline. Gestapt eerst bijna op de zijlijn. Een heel slimme actie. Dus vanuit die time-out van Leiden meteen de Burg verrast. Die geen eens de bal in het veld kunnen krijgen. Berusting bijna. Bij de Limburgse coach. Time-out van Limburg bedoel je? Ja, ja. Wij zijn Leiden. Hier hebben we ook met. Een goede paas dit keer. En een foutje op Kruithof. Wordt het two shots of niet? Ging wel soort van omhoog met zijn beweging. Maar kijken wat de beslissing wordt. Ja, two shots. Ja, two shots. Ik denk dat de scheidsrechters elkaar daarom even aankijken. Ze hebben ook zo'n communicatiesetje aan hun oor hangen. Dat betekent dat Kruithof naar de lijn mag. Ja, dan kan het double digits worden, Martin. Ja. Lucas Kruithof, student uit Delft. De eerste niet raak. Hij studeert in Delft. Hij komt natuurlijk gewoon uit Leiden. Goede concentratie, even goed uitademen. En tweede, nee. Goede rebound daarvan. Oh, die moet erin. Fenskoes weet hem niet af te werken zonder dat het toch naar dubbele cijfers kunnen gaan. Kan dus duur worden, maar waar gaat Limburg, laten we zeggen dat Leiden er ook nog wel een puntje of 5 maakt. Waar gaat Limburg dan nog een puntje of 13 vandaan halen om het gelijk te trekken in 7 minuten? Moet je toch iedere minuut een balletje erin gooien. Dus kijken of dat ze op het goede spoor terecht kunnen komen. Dit duurt in ieder geval ook lang. En ja, dat is dan met heel veel contact een beetje laat gefloten. Eerst heel veel contact dat mocht, maar misschien ook bewust door de scheidsrechter gewacht als die ballen dan ingingen. Geen fout, maar als de bal dan misgaat, ja, toch net wat zoveel contact. Spratly begreep het ook niet helemaal. Leek me toch wel een redelijk terechte call. En dan is het Desiron. Martin, die gaat aanleggen. En in en uit en erin. Ja, we zijn er nog lang niet met Leiden. Nee, we krijgen zo'n nagelbijter slotfase. Verlengingtje zou natuurlijk ook zomaar kunnen hier in de Elite Gold. En wissels. Ik ben benieuwd of we Verfs nog terugzien. Het wordt een lange ruk anders voor deze bouwknecht. Met toch zo lang te gaan hier uit. Oeh, dat is wel zijn schotje. Goede rebound van Kruithof. Ja, uitstekend met die lange armen. Heerlijke opsteker voor Leiden. Het is plus 8. Wat was het meeste, Martin? Plus 9? Nee, 8. Oh, ook 8. Oké. Okay. Hammonds, jumpertje is goed. En dan weer terug naar 6. Stond daar wel erg vrij, moet ik zeggen. Ja, gewoon rustig afdrukken. Voor zijn eerste punten van de wedstrijd. Nou, te zoeken blijkbaar voor coach Spratly om een line-up te vinden die werkt. Ja, oh, dat vond ik geen beste call. Dat was veel contact. Dat was een hack en toen een duw. En inderdaad schuifelde die wel wat met zijn voetjes Rutherford. Maar of een no-call of een fout, zou ik zeggen. Beetje pech voor Leiden, maar we hebben al een aantal keren niet mogen mopperen. Dus moeten we nu ook niet doen. Er lijkt ruimte te zijn, maar hij komt er niet langs, Delalieu. 7 seconden. Het is ook niet best hoor, dit. Dan kan je ook een fout geven in die rebound. Houterig en hoekig. Kijk of Leiden wat kan creëren. Het zijn twee boxers die elkaar hebben uitgeput. En die eigenlijk allebei uitgeput in de touwen hangen. Daar had Hammond een schot in gedachten. Toen werd hij half geblokt. Toen had hij een fout in gedachten. Gebeurde niet. Toen zijn er nog maar 4 seconden. Dan moet Bouwknecht het doen. En een heerlijke move weet hij bij de basket te komen. En een onderhandse scoopshotje in te leggen. Het is weer 8. Als Leiden nu een stop kan maken. Vorige keer lukte dat niet. Oh, veel contact voor Kruithof. Lijkt met 2 shots, gok ik zo. Wordt ook de derde teamfout van Leiden. Ja, Stijn naar de lijn. Nou, inderdaad. Kruithof op de bom. Zijn eerste fout. Ja, foute situatie. Martin, dat is wel opmerkelijk. Niet zozeer, want er werden op een gegeven moment niet veel fouten meer gefloten. Maar niemand eigenlijk in de problemen. Er is wel een Collins bij Leiden met 3.
Fenskoes en Rutherford ook. En de Zeeuw heeft er ook drie aan de kant van Limburg. En die bal valt niet. Daar laten ze het ook liggen hoor, op de vrije worplijn. Ja, sowieso het schutterswerk is onder de maat. Ja, van een Stijn die hier toch gewoon 18 puntjes per wedstrijd kan drukken of zo. Valt ook tegen vandaag. Ja, staat op 8. Nou krijgt die team aardig onder controle heeft. Aanvalsleider van de zorg en zekerheid. Nou, zelf ook gewoon heel dreigend. En een goede paas op Rutherford. Een hele harde fout. Rutherford lijkt daar nog iets van te zeggen. Maar laat het verder toch maar van zich afglijden. Letterlijk en figuurlijk. En gaat een vrije worpen proberen te maken. We herinneren nog eerder Martin dat hij... tot twee keer toe gered werd door te vroeg inlopen en daardoor 2-2 kon maken. Ja, daar stond in de hele eerste helft gewoon 4-4. Niks aan de hand. Ja, dan wordt dit misschien 5-5. Je moet niet te veel willen meteen, hè. Maar 5-6. Zou mooi zijn, 80%. Doen we het ook voor ietsjes meer dan 80%, maar die valt niet. Wil de Kruithof nog wat, maar de vergeefs. Ja, laat Rutherford 2 dure punten liggen. Overigens deed hij dat in de uitwedstrijd ook in een situatie tegen het slot. Ja, als het heel close is en het wordt fouten maken. Oeh, die bal die ketst eruit, maar wel een hoge rebound. En dan valt hij niet, maar is het wel 2 shots. Nou, wordt hard gewerkt worden. Dat lijkt ook Dizzy Roll te zeggen. Man, wat een... Nee, het is niet Dizzy Roll. Het is... Sijsens lijkt dat te zeggen, man, wat een slagveld vandaag. En die schokte naar die vrije worplijn toe. Zat op 6 puntjes, had een goede fase in de eerste helft. Kijken of hij dit kan. Voorlopig wel. Ja, heel rustig binnengegleden. En zo is Limburg toch weer aan het terugkrabbelen. Blijft het beleiden de vraag, wie gaat er nog een paar ballen in gooien? Want 51... Het zou heel wat zijn als het hierbij blijft, maar het zou ook heel wat zijn als dit voldoende is. Maar het zou wel eens kunnen, Martin, dat de winnaar van deze wedstrijd de 60 punten niet haalt. Ja, de verliezende partij dan helemaal niet. Dat is per definitie het geval. Dan zijn we opeens een enorme scorespurt krijgen. De Warriors maakten laatst geloof ik 55 punten in 1/4. Hier is het ten Bouwknecht. Dat is dan heel, heel lekker. Ja, dan zie je dat ze 1 keer niet hatchen. Op de screen. En dan staat hij net even vrij en dan gooit hij de bal erin. Is weer 8 punten. Ja, Bouwknecht, wat mij betreft toch man of the match. Ondanks dat hij maar 8 punten heeft en Hammond er bijvoorbeeld 14 heeft. Maar Bouwknecht heeft het toch vlot getrokken. Maar meteen, het is een beetje trading basket. Maar Stijn, die gaat toch naar de dubbele cijfers nu met 10. Ja, die gaat alles één in zijn eentje doen zo direct. Ja, Limburg moet wat proberen. Maar het is dan nu weer terug naar 6. Dat is natuurlijk wel een 3-punter aan de ene kant en 2-punter aan de andere kant. Hier in Rutherford. Valt ook goed. Een rechtshandige jumphoek. Ja. Ja, aanvallende fout van Stijn. Goed opgepakt door Lucas Kruithof. Time-out. Komt ons de kans om nog een aantal herhalingen af te spelen. Time-out zorg en zekerheid leiden, zie ik. Check. 8 punten voor. Nog, ik zit op het scorebord te kijken, maar ook 3-32. Ik krijg gewoon op de 30 seconden of 24 seconden klok. En balbezit voor Leiden na deze charge van Stijn. Ik zei het, hij gaat alles alleen doen. Wordt dan keurig opgevangen. Ja, dit Lucas Kruithof, uitstekend. Kruithof die ook dat reboundje erin drukte. Dat zullen we straks denk ik nog wel even zien. Hier die driepunten van Bouwknecht die zo belangrijk was. En het blijft zo dat Bouwknecht uit heel weinig iets kan creëren. En dit is wel een heerlijk balletje hoor. Beetje vanaf de playground. Kijk eens hoeveel contact hier is trouwens. Tussen Desiron en Kruithof. Prachtig die beelden van onze baseline cams. Wat ik zei, we zullen zorgen hier is die rebound van Kruithof. Dat die beelden volgende keer nog wat lekker met lopen. Hier die driepunter van Venskus. Etcetera. Zo gaan we steeds verder terug in de tijd. Maar we moeten ook vooruit, Martin. Wat denk je dat er besproken is aan de kant van Leiden in die huddle, in die time-out?
Nou, ik denk dat Spradley ook gemeld zou hebben dat Stijn solo gaat. En dat daar gewoon even rekening mee gehouden moet worden. En voor de rest, ja, je staat 8 punten voor met nog 3-32. Ja, we hebben wel eens vaker 8 punten voor gestaan met nog zoveel eindig te spelen. Ja, ook wel eens 9. Nou, dit losleidde goed op, dat kleine pressje van Limburg. Dat gaat snel en zuiver. En Leiden heeft misschien ook bedacht om wat tijd te nemen. Leiden zelf zit in de penalty. Daar zullen ze, ja, een goede step back van Venskoes. Jammer, jammer, jammer. Had alle tijd. Goede rebound of niet van Ruddervoort. Uitstekend. Is dat een sprongbal of een fout? Ik denk een sprongbal. Ja, er zat hij bijna bij Ruddervoort. Maar hij baalt omdat de pijl in het voordeel staat van Limburg. Ja, maar dan weet je dat de eerst volgende keer dat hij weer voor Leiden is. En ik denk hoe later in de wedstrijd, hoe liever je het hebt. Ja. Zeker en vast. Hier met nummer 15 Hammonds. Hammonds 2 puntjes. Keel 3 puntjes voor de Limburgers. Ja, opmerkelijk. Het zijn de Belgen die het daar doen, zou je kunnen zeggen. Hier in ieder geval Stijn aan de bal. Ja, toch bereikt. Goed, geen fout gemaakt van Kruithof. En een lekkere score. Sijsen is die een goede wedstrijd speelt. Een double digit voor hem met 10. En het is terug naar 6. Het zou natuurlijk ook lekker zijn om Limburg in die penalty te krijgen. Dat ze geen foute kip hebben. Misschien een foutje te trekken. Misschien naar de basket te gaan. Hammond daar niet bereikt. 7 seconden. Duurt lang. Moet de Venskoes het gaan doen in zijn eentje waarschijnlijk. Ja, past hem wel terug. En ik kan Bouwknecht helemaal niks mee. Of. Rebound Ruddervoort. Fantastisch gedaan. Slecht uitgebokst. Daar baalt Sijsens. Laat het hoofd hangen. En nieuwe tijd. En pas op voor de aanvallende fout. Venskoes wordt een verdedigende fout. Van Delalieu, die ook vrijwel onzichtbaar was. Toch ook een grote naam hoor. Wel in de B-Next League. Ja, de vorige wedstrijd had hij er 20. Ja. 17 in de eerste helft. Ja, staat er op 4 dus. Hier Lucas Kruithof. Leiden mag niet klagen. Dat toch iedere keer. Ja, goede paas. Maar waarom fake je niet? Maar weer geriebaand. Weer Kruithof. En dan moet hij er toch een keer in. Veel contact. En oh, no call. No call. Limburg zat in de penalty. Maar no call. Er komt Leiden even niet goed weg. Maar waarom fakte daar Dion Hammond niet even toen hij naar de ring ging? Hoe dan ook. Wordt dit een 3-punt van Stijn? Nee. En geen enkele rebound. We hebben weinig aanvallende rebounds gezien. Zeker van Limburg. Zeker in de tweede helft. De eerste helft ging het gelijk op. Maar ze kunnen er niet meer. Of ze willen daar hun energie misschien niet aan verspillen. Ze zullen wat moeten doen. Nu gaat de tijd toch wel redelijk in een nadeel werken. Beide teams hebben nog time-outs. En beide teams zijn de penalty. Ja. Maar dit is geen aanval. Geen aanval. Nee, dus gewoon probeer dan een fout te trekken. Ja, Bouwknecht zit natuurlijk redelijk in de wedstrijd. Maar in ieder geval veel tijd gepakt. Dat dan weer wel. Want voor je het weet is het nog maar een minuutje. En het is toch wel een two-possession game. Dat blijft het. Want dit is een 2-punter. En een time-out, denk ik. Ja, inderdaad. Daar baalt Spradley, dat Leiden die lay-up weggaf. Maar niet heel veel aan de hand, Martin. Maar om het niet te spannend te maken, zal Leiden moeten proberen. Die hebben straks de bal. Daar een 1 of 2 of 3 punten uit te peuren. Ja, Leiden moet gewoon veel minder lopen te dribbelen op één plek. Maar gewoon meer variatie, meer beweging. Meer mensen aan de bal laten komen in plaats van Bouwknecht in zijn eentje. En dan valt er echt wel wat te halen. Hammond hebben ook, wordt ook niet meer aangespeeld. Eigenlijk is het gewoon de Bouwknecht-show geworden. Ja. En dan is het nu 4 punten met 1-12. We hebben wel wat vaker van dat soort ellendige dingen gezien. Dus het is zaak dat Leiden in ieder geval wel uit de time-out komt met een score. Ik ben ook benieuwd wat Spradley doet. Of hij aanvallende op de aanvalshelft de bal wil uitnemen. Of dat hij voor een volledige 24 seconden wil gaan. Dus dat zijn keuzes die een coach moet maken. Of zijn spelers kunnen daar natuurlijk ook advies in geven. Van ja, we hebben liever dit of liever dat. Ja, als je voor 24 seconden gaat, heb je 3 keer 24 seconden. Is de rest afgelopen. Maar ja, daar zal Limburg United het anders over denken. Van Bree is er weer ingekomen.
Ja, wel sympathiek dat er een nummertje van K3 wordt, de superformatie uit België, hier gedraaid wordt beneden samen met onze cheerleaders. 4 punten, 2 possessions, dat dan wel. Dan laat dit oplossen, Rutherford. Ja. Ja. Is dat wel goed te rebounden natuurlijk, maar die wil je natuurlijk niet dat die straks door Limburg op de lijn gezet gaat worden. Dat is toch een gammele schutter van Brees erin gekomen. Misschien dit wel gaat het schot. Ook weer heel lang ja, het kost tijd en dat is misschien deels de bedoeling, maar dat komt totaal. Dat is, lijkt helemaal nergens op. Waar ben je dan nou met de klok? Ja, daar had het wel door. Raak nog de ring. En dan zit Bouwknecht er nog bijna bij, maar een aanval dit die... Dit was weer een aanval die nergens en ik heb het voorspeld. De winnaar gaat onder de 60 blijven. Ik heb het je voorspeld. Gaat het ook gebeuren? En daar een fout. Ja, en Hammond. Is het Hammond? En die is ook boos. En het is niet de eerste keer dat Hammond, u herinnert zich die wedstrijd thuis tegen Mechelen, waar hij een hele ongelukkige fout maakte. Nu ook heel ver van de basket. Een totaal onnodige fout maakt. Veel te vroeg ook in de klok van Limburg. En in principe, als deze erin gaat, geef je 2 punten weg. En dan is het een one possession game. Onnodige fout van Dion Hammond, zijn derde. Niemand in de wedstrijd met meer dan 3 persoonlijke fouten. Stijn kan dat in principe aan. Het is nu een one possession game geworden. En even kijken, daar heeft Limburg nog 2 timeouts. Leiden heeft er nog 1. Zullen we er nog wel een paar krijgen. En ja, nu kan Limburg achterover leunen. De stop maken en de wedstrijd winnen. Moeten ze wel een 3-punter maken en anders krijgen we overtime. Gaat het zo lopen? Dit duurt lang. Je moet over die middenlijn. Oh, net op tijd. Net op tijd door Bouwknecht. 8 seconden waren dat. En ja, dat zou natuurlijk heerlijk zijn om hieruit te scoren. Wie durft dat? Wie kan dat? Eigenlijk wil je wel veel tijd nemen. Nog 6 seconden. Dan moet je omhoog gaan. Dan moet je er langs. En hij scoort. Hij scoort. Rutherford. Een belangrijke bal. Doorgezet. En bijna onder de ring afgewerkt. Ik geloof dat daar nog iemand van Limburg claimt dat het lopen zou zijn. Maar uitstekende bal van Tommy Rutherford. En nu is het wel weer heel belangrijk, Martin. Meer dan 3 punten verschil. Ja. Een 2-point, 2-possession game. 14,7 seconden. Ja, dit mag Leiden niet uit handen geven. Het is wel een lelijke wedstrijd. Maar ja, je kan ook zeggen, lelijke wedstrijden moet je ook winnen. Nou ja, zeker. Kijk, je kan zeggen wat je wil, maar Leiden staat natuurlijk prima te verdedigen. Aardig te rebounden. Die fase met al die turnovers is ook wel weer wat verdwenen. En ja, Leiden speelt toch wel redelijk als team. Als we kijken ook naar de punten, ik zeg niet alles, maar 8 voor Bouwknecht, 14 voor Hammond, 8 voor Van Bree, 7 voor Venskoes en 10 voor Rutherford. Dan heb ik toch een man op 5-6 die zo boven de 7 punten zit. Aan de kant van Limburg is dat iets minder zo. Sijsens team, de droog al heel lang op 12. En dan Stijn met 14. En dan houdt het eigenlijk al op, Martin. De Keel ja. Met 3, de Suisse met 1, de Lailleur met 4, Desirol met 4, Hammonds met 2 en Leemans met 4. Als ik nog de stats mag zeggen, Leiden 18 turnovers en Limburg naar de 19. Maar omdat Leiden zo ver van de basket speelt, heeft Leiden pas 10 vrije worpen gekregen. 6 raak. Limburg United 24 vrije worpen, 17 raak. Dus dat is gewoon wat Leiden te veel doet. Te ver van de basket blijven. Er komen geen fouten. Ja, dan, terwijl het wel een hele reis fouten staat. Maar ja, dat zijn allemaal op momenten dat er niet om gaat. Publiek vol erachter. En Leiden moet geen pay maken, want ze zitten in de penalty. Of ze moeten een 3-punten willen vermijden. Maar je wil geen snelle scoren. En ja, het is een vrij goede fout. Kostte redelijk wat tijd. Kostte 16 seconden die aanval. En in ieder geval geen scoren. En hoog uit 2 punten. Mits je straks natuurlijk goed gaat rebounden. Niet heel slecht. Van de rebound pakken. En wie ga je dan... Rutherford staat er nog in, Martin. Stel dat Rutherford de rebound pakt. En Limburg hem op de lijn zet. Nou, kijk dan maar uit. Nou, goed, je moet ook die rebound pakken. Blijkbaar schaft hem nou toch niet al te zeer inzetbaar. Of misschien nog te weinig ritme om hem die er nu in te zetten. De eerste bal is uitstekend. Daar voor Sijsens. Ik denk dat hij zijn tweede ook scoort. Dan zou ik een time-out nemen. Ja, beide teams hebben er nog 1. Maar pas op. En je zit in de backcourt. Dus je moet over de timeline. Maar excuses daar. Collins wordt op de lijn gezet. Dus, is ook geen beste schutter. Niet echt niemand beleiden bijna. Behalve misschien Bouwknecht en misschien Van Bree voor de vrijworpen. Dan houdt het wel een beetje op. Hammond. Ververs in principe. Hammond kan je wel om een boodschap sturen met zijn vrije woord. Nou, Collins zat niet in de wedstrijd. Was debet aan een groot aantal
slordige aanvallen. Maar het kan natuurlijk ook weer een beetje de held worden door hem nu in het slot te gooien. Je wil op 4 punten komen. Dat is het vooral. En dat doet hij. Prima. Dan zou je zelfs kunnen zeggen, mis deze dan. Zodat er een tijd van de klok gaat lopen en er geen time uitgenomen kan worden. Wat zou jij doen, Martin? Ik zou hem gewoon raken. Dat is 5 punten. Nou, er zit ook wat in. Dus in ieder geval... Hij doet het niet. En de tijd gaat lopen. Geen time-out. Dus geen fout maken vooral. Want zelfs met een 3-punter is er niks aan de hand. Je moet wel rebounden. Die valt niet. En dan is het over. En Wind Leiden toch nog soort van gecontroleerd in die laatste 2-3 minuten. Van Limburg United. Leiden haalt de 60 niet, maar wint wel. Ja, dat had je al voorspeld. De winnaar haalt de 60 niet. 59-55. Dat betekent dat Leiden nu boven Den Bosch is. En... nog steeds een marge houdt ten opzichte van Donar. Dus Leiden zou nu, als ze nu stoppen met de competitie, thuisvoordeel hebben in de hele play-offs. Ik doe nog even de andere wedstrijd. Basketbalacademie Limburg wint van Belgisch Mons Rhino. 70-66. Leuven blij. En Den Helder verliest met 1 punt van OKPA als 76-77. Dat is wel het laatste schot. Maar goed, daar, Leuven kan niet alles hebben op één avond. Nou, Hammond, topscorer bij Leiden, 14 punten. En hebben we nog meer bijzonderheden. Ja, Rutherford, 10 punten, 14 rebounds. Dus dat is ook wel een mooie dubbel-dubbel. En aan de andere zijde Stijn, 14 punten. De Droog, 12, allemaal in de eerste helft. Die hebben we de tweede helft niet gezien. En ja, De Zeeuw, wederom 0 punten. Ja, hij speelt ook niet heel veel, hè? Het kan zijn dat hij ook thuis, dat weet ik even niet zeker, een blessure heeft gehad. Dat hij nog. Ja, hij heeft 2 wedstrijden hiervoor gemist. Maar ja, ik bedoel, in de vorige wedstrijd was hij wel fit, had hij ook 0 punten. Dus Leiden weer een plekje omhoog op de ranglijst. Ja, vergeet niet mensen dat Leiden nog 2 keer tegen het sterke Antwerpen moet. Dus ik vind het wel enigszins vanwege het speelschema geflatteerd. Maar ja, ik bedoel, je kan ze maar beter in de pocket hebben. En je weet maar nooit als het voor Antwerpen... misschien straks nergens meer om gaat, kan Leiden een van die 2 stelen. Maar ja, allemaal speculatie. Ja, Martin? Leiden moet eerst maar naar Charleroi gaan en daar die wedstrijd zien te winnen. Absoluut. En dan... zal lastig genoeg zijn. Ja, als Kuta nog steeds geblesseerd is aan zijn enkel, dan scheelt dat natuurlijk wel een slok op een borrel. Maar ja, goed, het is afwachten voor de laatste wedstrijd. Aan de andere kant, Heerens Den Bosch moet nog tegen Antwerpen. Donar moet nog tegen naar Oostende toe. Dus ja, er is nog veel te doen in de competitie. Ja, dat maakt het ook zo leuk, deze Elite Gold. Heel veel close games, zeker voor Leiden. De meeste winnen ze ook vandaag. Dus 4 punten winst tegen Limburg United. Hubo Limburg United zelfs. Wij gaan eruit, mensen, op Sleutelstad, op de lokale televisie, op de Sleutelstad website. U kunt verder kijken op ons YouTube-kanaal en op BeNext TV of via de BeNext app natuurlijk. Daar blijven we in de lucht met onze interviews. Dus ja, we zijn altijd leuk. Martin gaat met de coaches praten, onder andere misschien ook met een van de spelers. Dus blijf vooral bij ons op YouTube of BeNext.tv. Sleutelstadkijkers, bedankt. We gaan er daar zo uit en zijn dan zo bij u terug met alle replays en met de interviews. Tot straks.
Lucas, we mogen beginnen. Gefeliciteerd met de overwinning. Dank je. Hard gevochten. Ik zie het aan je gezicht. Ja. Er komt een lekkere bult. Jij ziet morgen helemaal niks meer uit het oog. Maar hoe heb je deze wedstrijd ervaren? Want je kwam er pas laat in, ja. in de tweede kwart, de laatste paar seconden of zo. Het was derde kwart zelfs, hè? Het vierde kwart. Alleen het vierde kwart gespeeld. Nee. De laatste 10 seconden, de laatste aanval van het derde kwart. Nee, daar heb je gelijk, absoluut. Dus, maar hoe beleef je zoiets dan? Je zit op de bank, zit je niet te verbijten als je ziet dat het niet loopt? Nou, ik probeer gewoon, ondanks op de bank te zitten, gewoon nog steeds erbij te zijn. En invloed op de bank kan altijd. Dus dat is dan de grootste focus. Ja, en toen kwam je erin. En toen gebeurde er nogal wat. Je scoort uit een aanvallende rebound, als ik me goed herinner. Je speelt een tweemanspress waarbij de bal over de achterlijn loopt. En je pakt de charge op Stijn. En je wist waarschijnlijk dat je Stijn toch alles solo ging doen. Dus je ging er helemaal voor klaarstaan, toch? Ja, klopt. Dus, maar hoe ga je dan dat veld in? Ik bedoel, je hebt eigenlijk nog nauwelijks speeltijd gehad. Hoe begint dat dan? Gewoon met wat ik altijd doe. Gewoon energie brengen. Proberen. We waren misschien net even in een dip. Dus gewoon net even die extra energie van de bank brengen om toch weer de volgende stap te maken en de wedstrijd uiteindelijk te winnen. Ja, dat was, wel een close game. Ja. We zagen dat het werd nog even 2 punten verschil zelfs. Ik denk, nou my god, gaan we weer net als tegen Mechelen. Mm-hmm. Speelt dat ook nog door je hoofd? Of zeggen, nee, dat is verleden tijd, hebben we niks van? Nou, nee. Ik denk gewoon bij deze wedstrijd blijven en niet denken over andere wedstrijden. Gewoon deze wedstrijd nu winnen, kost wat het kost. Ja, precies. En nog 3 wedstrijden te gaan. We staan nu boven Den Bosch in de rangschikking. Je hebt nog wel een moeilijk programma. Hoe zie je dat? Charleroi uit. Moet kunnen. Twee keer Antwerpen. Mm-hmm. Nou ja, we hebben Antwerpen nog niet gehad. Dus dat is nog wel een beetje verrassing. Die hebben ook nog niet verloren volgens mij. Die hebben nog niets verloren. Nee. Dus daar moet je alle 3 de wedstrijden moet je er 100% staan. En vooral uit. Ja, nou dat is woensdag natuurlijk. En dan vrijdag meteen nog weer een uitwedstrijd. Ga je nog wel tussendoor naar huis? Of, Dat weet ik niet precies. Volgens mij maken we er een trip van. Maar dat is nog bespreking. Ik zal het even aan Dark straks vragen. Maar ik bedoel, je speelt woensdagavond laat daar om 8:30. Ja. En dan vrijdag speel je die wedstrijd voor, als het een beetje mee is, 17.000 mensen. Ja. In de Night of the Giants. Ja, ik bedoel, als je heen en weer gaat rijden, ik zou het niet doen. Ik zou ervoor kiezen om te blijven. Maar goed, wie ben ik? Ja, nou ja, dat ligt niet aan mij. Nee, precies. Maar hoe zie je het zelf? Gaan we als eerste Nederlandse ploeg eindigen? Nou, dat is wel het doel. Mm-hmm. Nu, er was al heel lang dat we net tegelijk stonden met Den Bosch. En dan verliezen zij en dan verliezen wij weer. En nu hebben we net die stap gemaakt en houden, doorpakken. Ja, dat is wel eens iets. Laten we zeggen, aanvallend was misschien niet de beste wedstrijd van Leiden, maar verdedigend wel. Mm-hmm. Dat was wel een stuk intenser dan die vorige wedstrijd tegen Oostende. Ja, absoluut. Het is wel, hier hebben we echt wel gewoon een. We moesten er echt wel staan nu. Gewoon ook na zo'n wedstrijd kan je of weer een stapje terugnemen of die extra stap maken. En dat, ik denk dat we nu wel gewoon even een stapje in de defense hebben gemaakt. Ja, nou dat moeten we vasthouden, zou ik zeggen. Succes woensdag, succes vrijdag. Dank je. En we spreken je wel weer over 2 weken hier. Ja, is goed. Dus, dankjewel. En sterkte met je oog morgen. Dank je. Raymond, welkom in de studio hier. Dank u. Niet het resultaat waar je op gehoopt had, denk ik. Nee, we hebben liever de win. Ja. Ja. Hoe heb je de wedstrijd beleefd? Ik denk dankzij beide partijen dat het een heel fysieke wedstrijd was. Heel defensieve wedstrijd. En ik denk dat de ploeg die op de juiste momenten een cruciale shot maakte, of de goal maakte, die heeft de wedstrijd gewonnen. Ja. Waar heb je het als ploeg dan laten liggen, als je het zo mag zeggen? Ja, ik denk we shotten vandaag 3 op 20 van 3.
Ik denk dat dat al één is. Een aantal cruciale vrijworpen op het einde. En een aantal aanvallende rebounds waar Leiden makkelijk uit scoort. En we hebben niet vergeten 19 turnovers voor de wedstrijd. Dat is echt wel veel te veel. Ja, Leiden natuurlijk ook iets van 18. Ja, dus dat... ik denk dat dat er kwam omdat we beide ploegen heel veel defensieve druk zetten. En dat maakte het moeilijk aanvallend spelen. Leiden maakt dan op een bepaald ogenblik met Hammond en Venskes twee cruciale driepunters. Komt wat ademruimte voor hun, maar dan nog hebben we een aantal kansen. Maar we werken niet zo scherp af vandaag. Nee, precies. Hoe zie je nu de rest van het seizoen? Ik bedoel, het seizoen is natuurlijk nog lang. We spelen nog 3 wedstrijden in deze competitie. Ja. Daarna gaan we naar play-offs. Hoe zie je dat voor je ploeg? Zit er groei in? Tuurlijk. Deze ploeg heeft alle middelen. We zijn hard aan het werken. En nu moeten we blijven doorwerken gewoon. Het is zonde van de resultaten. Het zijn allemaal kleine verliesjes die we hebben. Het komt vaak op 1 possession, dan 2-3 max dat we verliezen. Dat wil zeggen dat we er bijna zijn en dat we bepaalde fases scherper voor de dag moeten komen. Maar we hebben nog wat tijd om daaraan te werken. Ja, precies, want dan gaan de play-offs beginnen. Je weet sowieso al dat je de eerste ronde moet spelen. Ja. Speel je dan tegen nummer 4, de vierde Belgische ploeg? Andersom, tegen Charleroi? Andersom hangt er een beetje vanaf hoe de komende wedstrijden nog gaan zijn. Ja, ja, maar zoals het nu eruit ziet, zou het dan Charleroi zijn, denk ik. Ja, klopt. Dus succes. En wie weet zien we je nog in de B-Nex play-offs weer hier. Hopelijk wel. Dank okay. u wel. Dank je wel, Raymond. Dank u. Tot ziens. Tot ziens. Dag, welcome. How are you feeling today? Your illness is over? Yeah, thank God. Illness is over. I can't get anyone else sick and definitely happy to be back on the sideline. Okay, but congratulations with the victory. I think it's an important victory in more than one way. Of course, now you're over Den Bosch. You're the number one in from the Dutch teams, and it's a slight revenge for last week's game in Oostende. That was not one of the best games of Leiden. This was a hard fought win. Yeah, this was I call it a blue collar victory. Both teams came to work hard and fight. We knew it was going to be a tight game just from the first game we played. I thought the referees let both teams play a little bit more, definitely more than they did the first time we played in Limburg. We had 51 fouls called in that game. But we knew the style was going to be, so it was just a question of doing the little things. And at times we did the little things. We only give up 54 points at home. That's pretty solid if you ask me. But I'm not real happy with our offensive execution. But again, there's another team out there who was well prepared. And we just made too many, careless decisions, you know, trying to force it into, trying to make a perfect thing instead of just running the offense, keeping it simple. And when we did that, we were able to get open looks what we needed. Yeah, sometimes I thought that one player was dribbling with the ball a little bit too much. Other players were standing still. That's exactly what happened. And, in the first half, it was kind of David and Dion. And Martin started to do a little bit, and then we struggle. You know, then everything comes down to one last desperation instead of the ball moving from side to side, inside, outside. And I thought when we did that, we got great looks. I was the play where we got Tommy the ball at the end for the easy basket. We had it the time before, but for whatever reason, we didn't pass it, you know. And so we knew they were switching, so it worked what we were trying to do. We just didn't execute the play. And unfortunately, we did that more than once throughout the course of the game. But Have you ever had a third quarter with only 4 points?
I think we did. I think we had one with 4 points against Feyenoord. Okay. I'm not sure, but I've never had a quarter where there's only been, what did they score, 7 points? Yeah. So 11 points in a quarter, that's kind of a first. But again, if our defense wasn't somehow working, we would have been down maybe 10 points in that situation. And so you got to give credit where credit's due. The guys played hard today. They fought. And I thought we got some good input from the bench. Especially I thought Lucas did a great job coming in the second or in the fourth quarter. And made some big plays and got some rebounds, got some stops, took two charges, I think. Those are big momentum changes. Yeah, and also Schaften are playing a little bit more in the first half. So we haven't seen him. I mean, let's be honest, he hasn't really, he practiced two times in the last 2 weeks. And you can see that he's still kind of tender on it. But we just got to nurse it through, and hopefully when we get to the playoffs, wherever we might be in the playoffs, that'll be ready to go. Yeah, what a Wednesday game in Charleroi and Friday in Antwerp. Are you staying there or are you coming home after the Wednesday night? Well, no. Night? First thing we're doing, we're focusing on Charleroi. Mm-hmm. We are staying in Belgium. Okay, that's all. But we'll worry about that part after we play the game on Wednesday. It's a huge game for us, especially if we want to be able to continue in our position where we're at. But again, you're playing a team at their home court. They play a lot better at home. So it's a situation where we have to go into a hostile environment and dictate the tempo of the game, hopefully. But we'll think about that tomorrow. Yeah, okay. But I didn't mean about the tactics, but if you're staying there, because that's the most logic, I think. Yeah, it's a... You know, it's for me as a coach, I always wonder, it's like you play 9 months and you have played one game a week. And now because of this or that, and now all of a sudden we play three in 7 days. You know, and to me it doesn't make sense, but that's the way the schedule is. That's what we got to do, and we don't need to cry about it. Anyway, good luck. Thank you. Hope you take at least one win, because then you're... off the hook with Donar, because they won against Charleroi tonight. Right. So, and you're above Den Bosch now, so let's keep it that way. We're just going to focus on the next game and see what happens. Okay. Well, thank you and good luck. Thank you.